in cash. It's just money. Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Oh, de boksen. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria. Met op dit moment niemand minder dan de enige echte... Jan-Marc van der Schuppen! Ja. En wie dat is, dat vertellen we zo meteen even. Maar we hebben ook nog Peter en Lucas. En Yoshi, die is er even deze week niet, want die had andere verplichtingen. En mijn naam is Johan. Ja, en de grote vraag is natuurlijk, wie is Jan-Marc? Dat gaan wij zo meteen verklappen. We houden de spanningen nog even in. eerst even kijken, hadden we nog officiële mededelingen? Ja, niet echt. Ja, wel dat we even met... dat kunnen we natuurlijk even vertellen. Ik heb meegelopen met de demonstratie afgelopen zondag. Dat was heel gezellig. We hadden ook een luisteraar die zich had aangesloten. Dat was Bas. Dus als je luistert, Bas, hoi. Was hartstikke gezellig. En was gezellig. Maar we gaan het zo meteen nog even over hebben, denk ik, over de demonstratie. We hebben nog een nieuwsberichtje erover. Maar eerst doen we nog even... Zullen we eerst even verklappen wie je bent, Jan-Marc? Ja, dat mag. Ja. Want voor degenen die al heel vroeg inschakelen, die liedjes die je elke keer hoort voor de uitzending, die komen van jou. Ja, dat klopt, ja, inderdaad. Ik ben de huiscomponist geworden van Vrijheid Radio, lijkt het wel een beetje. Ja. Cool. Ja, ik vind het hartstikke leuke liedjes. Nou, dankjewel. Ja. Dus, er zit nog meer aan te komen, dus me uitgenodigd terwijl ik live in de uitzending was van een ander internetradioprogramma. Ja, van Yoshi. Serpje. Van Yoshi, Honkler Hangout. Ja. En toen hoorde ik dat de fans begonnen ongeduldig te worden. Dus ik moest weer een nieuwe clip van maken. Ik had gelijk eentje opgestuurd. Zullen we nog even luisteren, want je had weer een nieuw nummer, hè? Het is niet mijn nieuwste nummer. Ik had het eigenlijk voor de vakantie al in de computer zitten, maar toen terugkwam heb ik de zang erop gekregen. En ook heb ik een clipje erbij gemaakt. Maar dat andere nummer, wat eigenlijk mijn nieuwste nummer is, dat heet Show Me Your Papers. En dat is eigenlijk een actuele. Mooie titel dit. Dat komt nog wel. Maar dat nummer heet Curfew. Dus ja, die avondklok is nu even weg. Ja, wie weet komt hij nog terug. En misschien dan voor de QR-lozen. De noodwet is er dus. En ik vond het ook wel leuk van de... Want ik had even wat beelden opgezocht. En ik dacht eerst, ik toets Curfew in. En dan krijg ik waarschijnlijk wel allerlei curfews. Misschien van Melbourne of wat weet ik wel. Maar het was echt verbazend veel materiaal over Nederland. En ook van buitenlandse zenders. Oké. En dus ik had best wel wat dingetjes. En het werd al een beetje geframed zo. The Guardian, dan zie je zeg maar wat... relschoppers uit Eindhoven. En dan zetten ze daar natuurlijk... er was zogenaamd looting. En dan is er, elke keer zie je die ene jumbo voorbij komen waar de glazen van in geslagen is. En, om te laten zien hoe verschrikkelijk het allemaal was natuurlijk, wat het tuig is. En, maar die jumbo heb ik eruit geknipt. Want je weet het niet trouwens of het gewoon niet mensen zijn die van de gaas gebruik maken. Maar ik dacht van, ik zet daar beelden van het verzet, 40-45 tegenover. En als de politie in beeld komt, dan doe ik wat oude beelden van de politie actief in de Tweede Wereldoorlog. Daar was ook een mooie documentaire over. Okay. En, het is altijd een hele mooie ode aan de Nederlandse politie geworden. Die hele clip. Ik ga even kijken, joh. Volgens mij was het deze, joh. Ik heb... A
On a sunny Saturday afternoon, George sits... My name is Kenny, and I'm with Daniel. Kenny is a fashion designer. Hartstikke idee, nou ben ik in beeld. Nou, beste mensen, we staan hier. My name is Makoto Takezawa. My name is Kenny, and I'm with Daniel. Kenny is a fashion designer, so... Curfew. Gekozen of zo.
Met andere woorden, want het probleem was niet dat die miljoenen mensen de dood in joeg, maar dat het niet democratisch gesteund was. Als het nou democratisch gesteund was, dan was het oké geweest. Inmiddels zijn we weer hoorbaar voor het publiek. Ja, nee, het was een hartstikke leuke clip, Jan-Marc. Ja. Dankjewel. Nee, graag gedaan, joh. Het is, we zaten ondertussen, terwijl we de clip aan het tonen waren, zaten we even wat vergelijking met de Tweede Wereldoorlog door te nemen. ik vraag me af of deze, of we nou niet van definitief van YouTube, van Facebook verbannen worden, maar vanwege alle vergelijkingen natuurlijk. Livestream is het eerste wat gaat. Hè? Ja, het is ook een beetje wat de algoritmes kunnen herkennen natuurlijk, maar ik had een keer een probleem met iemand die op avondfietsen leek. En toen, die leek er niet eens op. Het enige wat hij had, oh, hij leek er niet eens op. Er zat een zwart vlekje onder zijn neus. De rest leek hij totaal niet op Hitler. Ja, zo ben ik ook van Twitter afgeraakt. Maar dat was een misinterpretatie van een tekst die ik plaatste. Maar dat zijn natuurlijk die computers die dat interpreteren. Die vinden daar een paar steekwoorden in. Ja. En dan ben je al weg, tenminste. Ja. Dus, maar met beeld is het moeilijker natuurlijk. Want het is heel suggestief. Maar dat kan je niet zo makkelijk automatisch herkennen. Dan moet je wel een of andere menselijke kijker hebben die zegt, oh, dit bezoedelt de nagedachtenis aan de natie. Waar ik dacht dat het hele idee was natuurlijk van die Tweede Wereldoorlog, dat we dat nooit meer zouden laten gebeuren, dat we heel erg op onze kivieven zouden zijn als er weer iets die kant uit ging. Maar ja. Nee, we gaan gewoon mensen uit de restaurants weigeren, en uit parken, en de cinema's. En de... Nou, dat is wel een beetje een selectieve hysterie natuurlijk van... in bepaalde richtingen is het wel bont om fascisme vergelijkingen te maken met politici. Trump is literally Hitler. Thierry Baudet is een fascist. Dat is ook nooit een bezoedeling van het van de Holocaust of zo. Maar als je andersom zegt van hey, die avondklok, dat doet me ergens aan denken. Nou, dan bezoedel je de nagedachtenis. Ja. Ja, ik had een keer gereageerd bij de LP en toen had ik ook wat mensen die vonden het rechtsextremistisch, omdat de naam Milton Friedman ook genoemd werd in het bovenstukje. Dus ja, dat ging een hand ver natuurlijk. En verhalen over Chili natuurlijk. En dat vinden zij dan al de verantwoording van Milton Friedman. En ja, als een partij daarover begint, dan is het al rechtsextremistisch. Dus het is de Tweede Wereldoorlog-vergelijkingen die mogen op sommige plekken heel snel gemaakt worden en andere plekken mogen ze bijna... En het grappige is trouwens als het over avondklok gaat, dat een van de argumenten tegen de avondklok voordat ze hem instelden was van ja, dat toch wel een beetje een connotatie met de Tweede Wereldoorlog. En, ze vonden die avondklok wel heel tof, maar het was misschien wat slecht voor een imago. Dus die Tweede Wereldoorlog vergelijking, die hadden ze zelf gemaakt. Mm. En op het moment dat die werd geïnteresseerd, werd toegepast, ja, avondklok, toen mocht niemand ermee maken. Terwijl ze zelf waren begonnen. Dus, Ja. Maar goed, ik denk dat we zo meteen nog verder gaan met alle Godwins. Maar laten we eerst even met de goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Staatsschuldmeter doen we gewoon even niet meer, want dat is allemaal black budget dit, de staatsschuld. We hebben, hey, mijn zwarte achtergrond. Wow. Oh, ik ga zo, black budget. Je hoort gelijk een zwarte achtergrond bij. Ik ga zo even uitzoeken wat er aan de hand is. We moeten het even zonder beeld doen. Laten we even beginnen met het goud. Zullen we beginnen met bitcoin? Bitcoin die is... die is bijna op zijn all-time high, hè? Nee. All-time high was $64,000. Is dat nou 53,8? Ja, het was 55. Ja, het was toch al, hij gaat de goede richting op. Ja, ja. Het is al bijna nog 10.000. 10.000 tussen. Te gaan. Ja. En dat is niet de enige die gestegen is. Ja, de altcoins, de meeste die liggen nog een beetje. Die staan wel klaar om te springen, zeg maar. Maar tot nu is het voornamelijk Bitcoin geweest. Maar er is er eentje die... Die heeft Bitcoin overtroffen,
Dat is de Shiba coin. Ja, de Chinese Dogecoin, toch? Ja, ja, ja. Je zou zeggen, die Chinezen, die mogen niks meer. Hoe kan dat de ding omhoog gaan? Ja, ik zou bijna... Ik heb het idee dat het zo'n wedstrijdje is van miljardairs. En dan, Elon Musk heeft Dogecoin. En dan, die Chinese miljardairs, die kopen Shiba Inu omhoog. Een soort wedstrijdje wie het hoogst komt, geloof ik. Ik weet niet of China zelf, die heeft er allemaal geld in gegooid. Maar die is gewoon aan de kaars recht omhoog gegaan. Ja. Normaal als je het plaatje ziet, ik ga zo meteen kijken of ik hem kan laten zien. Normaal zeg je altijd bij dit soort plaatjes van hoe ziet een bubbel eruit. Zo. Zo. Als die kaars recht omhoog gaat. Ik ga even kijken wat er aan de hand is. Maar dan kun jij ondertussen goud en olie doen. Goud is 1756. Eigenlijk opmerkelijk rustig blijft het met... Ik geloof dat in Groot-Brittannië inflatie 7% heeft bereikt op jaarbasis. En de olie die was ook al boven de 80 gegaan. Dus dat geeft ook te denken. Het is nu weer terug naar 78. Ik begreep zelfs dat de aardgasprijzen in Europa, die waren, die waren 60% gestegen in 2 dagen. Daar komen we straks ook nog bij. En dat was het equivalent. Dus de hoogte van, als je het omrekende naar olieprijzen, dan was het $230 per vat aardgasprijzen, zeg maar. Okay. Dus die aardgasprijzen zijn helemaal door het dak aan het gaan. En eigenlijk, de voorraden voor de winter, die zijn ook op een 10-jaars dieptepunt. Dus eigenlijk is er al veel te weinig aardgas. En ik las al laatst al zo'n berichtje van, nou, de kans op een strenge winter is heel klein. Dus nou ja, dat hopen we dan maar. Want dan zijn we de sjaak. Gedoe met dat Nord Stream 2 pipeline toestand. Dus, ja. Die $230, is dat gebaseerd op de energiewaarde? Dat vroeg ik mij inderdaad ook af. Ik heb dat niet nagezocht hoe ze dat hebben omgerekend. Dat zal wel aan de hand van de energiewaarde. Maar ik denk dat die normaal veel lager is van gas, toch? De energie, de prijs van de energie die erin zit. Dat weet ik dus niet. Ik heb geen vergelijking. Dat is alleen maar gas hier thuis. Ja. Maar als je keek, het leek op een soort stijging van Shiba Inu, die prijs. Van, als je de gasprijs zag. Ik zag hem nog even erbij halen, hier. Als een spike ging die omhoog... Ik zal hem even op een jaar zetten, dan kun je het zien. Ziek idee. Ja, maat van mij die was heel blij dat hij hem voor 3 jaar vastgelegd had, de energieprijs. Ah, Oké. En niet de Shiba Inu. Maar ja, nu is het inderdaad wel mooi. Maar de laatste dag was het weer wat gezakt, geloof ik. Maar ja, als de voorraden heel laag zijn. En ik denk dat het ook die bedrijfjes zijn die het inderdaad voor 10 jaar vastleggen, aan de andere kant, dat die nou als een gek zit in te kopen, want die zien de bui natuurlijk hangen, dat ze dat straks goedkoop moeten leveren aan consumenten, en die de prijs hebben vastgelegd, en duur moeten inkopen. Maar je zou een beetje kunnen kijken naar de Shell-prijs, en Shell doet natuurlijk heel veel in aardgas, en dat is niet zo heel erg omhoog gegaan, geloof ik. Dus ik denk dat de markt toch ook wel verwacht dat het van tijdelijke aard is. Je zou zeggen, op een gegeven moment gaan die Russen aardgas pompen door die nieuwe pijplijn. En dan moet het toch wel weer een beetje omlaag kunnen. Maar. Ja, goed. Nou ja, we zullen zien. Ja, dat was ook de filosofie van Willem Engel, hè? Dat die Kroaten die hadden hun gas al een beetje geregeld met die Russen. En nou durfden ze wat brutaler te zijn met COVID-maatregelen. Mm, de president had gezegd, ja, het is gewoon griep en niet aanstellen en zo. Maar, Kroatië is lekker bezig, hè? Maar Slovenië, dat is heel slecht, geloof ik. Dus dat is een beetje vreemd. Maar enorme demonstraties ook. Dus. Ja, 100.000 mannen in Ljubljana. Dat is heel gek. Ik was er eigenlijk van de zomer. Omdat ik kijk altijd waar is het relaxed. Mm. En het gekke is, het jaar ervoor was ik in Tsjechië. Daar was het heel relaxed. Dat was relaxter dan Zweden. Ja, dan kon je gewoon met 1000 mannen aan een concert. En ze hadden zo'n groot feest op de Kalfsbrug. Van een diner. Van kalfert is klaar. En gas erop weer. Ja, en ik ga weg. En ze gaan in de hardste lockdown. Mm. En ook met Slovenië, het was al super relaxed, was hartstikke leuk.
En nou schrijft dat je zonder QR kun je niet naar een dokter, niet naar een apotheek. En je kan het benzinestation niet in. Dus ja, ze zijn heel heavy. Nou. Ja, het is raar. Je hebt geen pijl op te trekken, hè? Nee, maar Kroatië heeft nog een andere munt ook. En ja, goed. Ik weet niet of waar is, maar Engel had het erover. Ze hebben gewoon een energiehuishouding hebben ze geregeld. Nou, net met de Russen. Dus ze zijn... Ze kunnen iets brutaler zijn, zeg maar. Tenminste, dat is zijn filosofie. Ja, ja, er wordt aan allerlei touwtjes getrokken natuurlijk, maar je weet niet wat voor touwtjes waar aan getrokken wordt. Het blijft een beetje raadsel. Maar het is wel opvallend bijvoorbeeld dat de Nooren, de Zweden en de Denen, die hebben een eigen munt. En die zijn nou allemaal het meest relaxed. Kroatië heeft ook zijn eigen munt. Ja, misschien. Maar bijvoorbeeld Finland, die heeft vandaag ook de Moderna-vaccins. Volgt Zweden met het stoppen van de Moderna-vaccins voor jongeren vanwege de myocarditis. En, ja, maar die zijn niet helemaal terug naar normaal. En Noorwegen en Denemarken zijn volledig. Ja, voor zolang het duurt dan. Ja. Maar die zijn echt. Ja, die hebben alles afgeschaft, alle regels. Ja. Ja. Ja, ik vind het heel, heel moeilijk. Als je zou moeten emigreren, zeg maar, van je gaat nu kijken van nou, ik ga maar daar naartoe, want daar is het wel relaxed. En je koopt er een huis en een half jaar later... Ja, dat dacht ik dus ook. Ik was in Tsjechië, het was het paradijs. Ik dacht, als alles misgaat, ga ik naar Tsjechië. En ik ben de grenzen nog niet overgereden. En ze gaan in de meest fascistische lockdown van heel Europa. Je kan misschien beter naar het land gaan waar de meest fascistische lockdown van Europa is. Ja, en dat je dat bij de tijd dat je daar bent. Ja. Kan je heel goedkope huizen kopen ook daar. Maar goed, ja, we gaan even naar de nieuwsberichten toe. Hartstikke idee. Er is weer een hoop gebeurd hoor, dus we moeten even weer doorheen racen. We beginnen eerst even met een crypto gerelateerd berichtje. Even kijken hoor, miljardair George Soros is in de Bitcoin. Ja. Ja, dat gedacht. Ja, niet uit zijn fonds, hè? Dus family fonds of zo. DeFi nog interessanter dan Bitcoin ook. Maar dit kwam niet uit de mond van Soros zelf. Dit kwam uit de mond van een woordvoerder of zo. Van spokeswoman van het fonds, zeg maar. Ja, maar goed, moet je dat geloven? De CEO van het kan ook een manier zijn om de koers even lekker op te jagen. Ja, maar over het algemeen, dat soort funds, die moeten wel onthullen waar ze in zitten. Elk kwartaal of zo. Maar ja, dan zit nog steeds een vertraging in, natuurlijk. Nou, je zou wel zeggen dat als Soros er eenmaal in zit, dan lijkt me verbieden out of the question. Want als er iemand goed geïntegreerd is met het politieke gebeuren, dan is het Soros wel. En dan Buffett natuurlijk. Buffett die vindt het nog steeds rattengif. Ja. Maar ja, dat hebben we vorige week ook al besproken met die JP Morgan, weet je wel. Want ja, ze lopen het allemaal af te zeiken voor het grote publiek. En stiekem lopen ze zelf alles in te slaan, weet je wel. Hetzelfde als, laten we zo zeggen, als jij op de markt komt en je ziet daar, weet ik veel, bloemkolen voor een euro. En hartstikke mooie grote bloemkolen. En die man zegt, ja, een euro. En jij zegt, ja, hartstikke lelijke dingen, man. Ik geef er een kwartje voor. Ja, nee, 75 cent. Ja, nee, ze zijn nog steeds lelijk. Ik zou jou een plezier doen, 50 cent. Dat is in feite wat zo'n JP Morgan, zo'n Jamie Dimon doet, weet je wel. Die loopt het af te zijn, naar beneden te praten, want hij wil het goedkoper hebben. Snap je wat ik bedoel? Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat als je kijkt wat de adviezen zijn van dat soort bankiershuizen voor aandelen, is het bijna altijd positief. Als ze zeggen vasthouden, dat betekent eigenlijk als de bliksem verkopen, want het is zo slecht. Dus hun oordeel over het algemeen is altijd aan de positieve kant. Je moet het naar beneden bijstellen. Als ze zeggen dat het hartstikke goed is en je moet het houden, dan kun je het maar beter verkopen. Als Jamie Dimon zegt, ah nee man, dit is gewoon rattengif, dan moet je het kopen. Ja, het punt is wel dat ze dat ook niet consequent kunnen doen. Want als je natuurlijk consequent je klanten naait, dan heb je geen klanten meer over op een gegeven moment. Ja, ik las het zo'n bericht dat
kijk, ook zo'n cryptobericht van ja, Bitcoin zal nooit meer onder de 38.000 komen. En een paar dagen zat hij op 35.000 daar, nu is hij weer omhoog gestoken. Maar je moet het bijna elke keer omgekeerd lezen. Ja. Het is natuurlijk heel erg van als de greed heel hoog is en mensen de koersdoelen schieten hier om de oren van 1 ton, 2 ton, 6 miljoen, noem maar op. Dat is meestal het moment dat de piek bereikt is. En als men verwacht dat het helemaal afgelopen is, dat is meestal de bodem. Ja. Ja. Ik wist wel dat hij omhoog ging, want ik zat op mijn werk. Wat gek. Ik zit op mijn werk, zit toch allemaal een beetje wat oude grijze mensen. En ze zaten allemaal in de Bitcoin, hè? En dan, het wordt niks meer. Ik had toch maar beter kunnen verkopen. Toen dacht ik, oh, volgens mij gaat hij zo meteen stijgen. Hé, ja hoor. Ja, ik was net te laat, want ik zat wel te gokken op dat hij op 1 oktober zou gaan stijgen. Uh-huh. Maar hij was gewoon net. 1 of 2 dagen te vroeg, ja. En achteraf had ik nog wel even later kunnen instappen, maar ik was te laat, helaas. Deze keer. Maar er komt vast wel weer een moment dat de trein gaat rijden. Ja, er komt altijd weer een moment. Ik bedoel dat je weer kan terugkopen of zo, goedkoper? Gewoon weer goedkoop inkopen en dan weer stijgen. Oké, ja, ik denk nu dat we wel een flinke. Je zou op principe gewoon nu nog. Maar je kan altcoins nu nog kopen, die moeten nog gaan springen. Dus, ik weet niet, ik heb nog steeds Bitcoin Cash. En dat gaat ook lekker. Ging er ook 7% vandaag of zo eerder. Ja. Nou. Zelf zou ik Cardano kopen. Ik denk die zit in die dat is echt zo'n triangle. Oh, ik heb het net als weggeklikt. Het is echt zo'n triangle en die staat nou echt op het laatste puntje dat hij of omlaag gaat of omhoog. Maar dat hij omlaag gaat lijkt me sterk. Alhoewel het wel een descending triangle is. Maar, En ik heb weer goud gekocht. Oh, trouwens, dit is geen advies. Ik ben geen financieel adviseur. Even die disclaimer doen, je weet hem wel. Welke disclaimer? Ja, nu is het te laat. Ik heb al gekocht. Ik kom een vrijheidsradio doen. Ik ga je gelijk aanklagen, joh. Ja, ja. Nee, goed. Even kijken, ja. George Soros, ja, goed. Ja, nou ja, wat kunnen we verder over zeggen? Nou, leuk dat die man gekocht heeft. Ik wens hem veel succes mee. En dan gaan we naar. Ja, maar het is wel iemand die een ervaring heeft met valuta, hè? Ja. Daar is hij rijk door geworden, natuurlijk. Maar ja, hij heeft toen ontzettend verdiend aan dat Britse pond. Hè? Want die Britten die hadden gezegd: nee, we blijven onze pond verdedigen tegen deze koers. En hij had gewoon gezien dat dat een absurde koers was. Dat was zo'n. Wij zijn nog steeds een beetje de Empire-koers. Mm. En. Ja, toch bleef hij gewoon shorten. Totdat hij uiteindelijk eruit flikkerde. En toen kon hij dik cashen. Maar dat is eigenlijk inspelen op een overheid die te groot te hoogmoedig is. En eigenlijk is dat precies wat je nu weer kan doen. Al die verhaal van nou, we zijn nog steeds een reserve currency. Maar ondertussen was er deze week natuurlijk uitgebreid. Werd er gesproken door de hoogste financiële autoriteiten in Amerika, dat er een default zou kunnen komen op de treasuries. En dat is nou weer uitgesteld met van, we hebben weer een maandje voor uitgesteld, het verhogen van de debt ceiling. Maar nu gingen ze voor het eerst toe over om te praten over de default op staatsleningen. Wat natuurlijk wel het einde van de reserve currency is als je dat gaat doen. Ja. En eigenlijk zou je daar niet eens over moeten praten. En dan heb je nog de trillion dollar, wat was het, platinum coin? Ja, die kwam ook weer terug, ja. Lucas trouwens niet te zien op Twitch. Ja, ik laat hem nou even zien, ja, de platinum coin. Ja. Johan, dat is Lucas is niet te zien op dit moment. Wacht even, ja, shit. Ik zie hem wel, de trillion dollar coin op Twitch, hoor. Nee, maar ja. Lucas zien we niet. Voeg hem even toe, joh. Maakt geen reet uit. Lucas is vervangen door een trillion dollar platinum coin. Ja. Niks anders boeit meer dan, toch?
Lucas, je bent binnen. Laat me zitten, die bitcoin. Oh, oké. Okay. Lucas maar te horen is. Hè? Ja, oké. Okay. Ik vraag me af als je daarmee bij de bakker komt of zo, met zo'n coin. Kan je heel wat doen? hier heb je wisselgeld. Kan je heel wat brood kopen, denk ik. Ja, je mag niet eens tanken voor 200 euro. Dus ja, nee. Kom je met je 200 trillion dollar coin? Probeer het maar een stuk te slaan bij de kroeg. Ja, probeer eens een benzineautomaat te gooien. Van, ja, vraag aan de meneer naast je. Weet jij waar dat in moet? Een winkelwagen. Je moet niet over straat gaan met zo'n enorm cordon aan gewapende mannen om je heen. Er loopt een man met een triljoen dollar coin. Ja, en dan komt de politie. We hebben een triljoen dollar gevonden in een auto. Ja. We hebben het in beslag genomen. Het is waarschijnlijk... drugshandel. Ja. Witwassen. Het ruikt naar de criminaliteit, ja. Nou ja, in Duitsland waren er wel, was ook een groot witwasonderzoek gedaan. En er waren ook wel een hele zooi daarmee ook terrorismefinanciers gearresteerd. En toen dacht ik ook van ja, dat moeten ze niet Den Haag onder de loep nemen. Dan zijn die ook de sjaak daar. En by the way, wat is op de agenda? Ja, laten we verder kijken. We hadden die triljoen dollar coin hadden nog. Ja, daar verder niks over te zeggen. Dat was wel even een lol berichtje natuurlijk. Ja, het is een serieus plan. Het is een oud idee. Ja, hartstikke serieus. Ja, als je dat gaat doen, dat is natuurlijk te belachelijk voor. Je hebt dan een heleboel landen. Er zijn mensen die hebben hun leven afgezwoegd om goederen en diensten aan Amerika te kunnen leveren. Hebben daar een heleboel Amerikaanse schuldpapier voor ontvangen. En nu willen ze het gaan gebruiken. En dan komen de Amerikanen zeggen, hier, we betalen het af met één coin. Dan heb je gewoon 10 jaar lang of 20 jaar lang voor niks gewerkt eigenlijk. Ja, het is ook een beetje in het midden om die Republikeinen misschien onder druk te zetten. Hè? Want die houden dat tegen met die debt ceiling. Ja, maar al dat soort zijn dus nog aan de... Ik denk dat we erover praten alleen al wel angst wekt bij mensen. Het is net zoiets als een restaurant bijvoorbeeld. Je hebt een restaurant en je dacht, nou dat is mijn pensioen, ik heb een waardevol iets. Nou, dan wordt je restaurant gesloten door de COVID en dan gaat het daarna weer open. Dan ga je het proberen te verkopen. Maar ik denk dat iedereen die dat wil kopen gaat denken van ja, wacht even. Maar ik kan het net kopen, hè. Dan krijg ik een lockdown om oren. Dus ik denk dat de angst er dan in zit, dat het toch wel een mogelijkheid is. En ja, ik kan me niet voorstellen dat dat geen effect gaat hebben. Maar tot nu toe had het geen effect. Dollar ging vrolijk verder. Ja. Maar het volgende berichtje dat we hebben is de postdienst van Zwitserland. En die gaat helemaal crypto. Ja, mooi. Ja, leuk. Volgende bericht. Ik zit even te zoeken. Oh, hier. Ja, crypto postzegel. Het is net zoiets, er zijn van die landen die leven van postzegels. Hè? Die zetten dan een papegaai op postzegel en dan hebben ze een nieuwe serie en dan verkopen ze die zoveel keer. Ja, wat is een crypto postzegel? Het is natuurlijk wel zo dat Zwitserland een beetje een crypto hoofdstad is. Zürich zit een heleboel van die lui gevestigd. Juridisch gezien, omdat ze het idee hebben dat dat nog het meest veilig is. Het was toch ook voor de verzamelaars, die crypto postzegels, dat je ze kon verzamelen. Was dat voor een e-mail bedoeld of zo? Ja. Er waren verschillende typjes en die kon je verzamelen. Zoiets maak ik eruit op. Maar... Wat moet ik erbij voorstellen eigenlijk bij een crypto postzegel? Ja, dat is in de blockchain of zo, een soort beeld van een postzegel. Ik heb het bericht doorgelezen, maar... Oké. Er staat geen afbeelding bij, hè, van het ding. Nee, nee. Is het niet een NFT of zo? Ja, dat ja. Oh, dus een NFT van die postzegel of zo? Exact, en er waren er een aantal van nu, ja, van mensen die verzamelen en zo. Oké. Maar er staat dus een digitaal verzamelstuk gekoppeld aan een fysieke postzegel. Oké. Van 8,9 Zwitserse frank. Laat zeggen, het kunstwerk wat op de postzegel staat, daar is ook een NFT van. Zoiets. Ja, er is inderdaad een...
Maar dan kan je misschien meedingen in de waarde van die postzegel, die, wat het opbrengt of zo. Maar jij maakt een kunstwerk, wordt op die postzegels gezet, die wordt verkocht en daar kan jij een beetje aan verdienen, zoiets. De crypto-postzegel zal een digitale weergave zijn van een fysieke postzegel. Zij worden opgeslagen op een blockchain. Okay. De woordvoerder van Zwitser Post zei erover het volgende. Elk ontwerp wordt een NFT en wordt opgeslagen in de Polygon blockchain. Dus je kan in NFT's gaan handelen van de postzegel. Ik die NFT-rage, dat gaat mij nog een beetje, beetje voorbij. Nog steeds het idee dat als je daar nou ook geld aan uitgeeft, dat je dan... Verdiend. Er zit wel, ja, dat is natuurlijk, er zit nou bullshit bij, maar er zit ook wel serieuze dingen bij die volgens mij wel op de lange termijn, bijvoorbeeld de Apes, dat is een hele leuke NFT project. Een soort crypto apes of zoiets. En daarmee ben je dan lid van een club en zo, en dan kun je ook mee in een club, zeg maar. En voor heel veel mensen is het status natuurlijk, hè? Net als een blikje Red Bull drinken of dure merkkleding kopen van, kijk eens, ik heb een NFT. Zo wordt het tenminste verklaard, hè? Die NFT-rage. Ja. Maar er zitten ook wel dingen bij van die daadwerkelijk ook wel serieus projecten noemen zijn, weet je wel. Dus ik zou gelijk geloven als het helemaal de sky high in gaat. Ja, De enige toepassingen die ik zie is belastingontduiking. Ja, natuurlijk. Witwassen. En, pedofilie, oh nee. En terrorisme. Als terrorist wil je het liefst een NFT hebben, want je gaat gewoon aan de ene kant van de grens koop je een crypto-ape. En dan ga je aan de andere kant en dan ruil je hem zo je crypto-ape voor een mitrailleur in. Want er staan natuurlijk bakken mensen met mitrailleurs die een crypto-ape willen. Ja, goed. Het is. Nou ja, in ieder geval, ja, bijna iedere crypto heeft bijna zijn NFT. Bitcoin Cash heeft ook al NFT's tegenwoordig. Ik heb geprobeerd dat te doen. Dat is mij nog niet helemaal gelukt. Ik zag laatst een demonstratie hoe je een NFT zelf kon maken op Avalanche. Je kon je ook een audiofile nemen. Dus je kan een clipje nemen, een audioclipje. Dat is op zich wel leuk om dat... Dat lijkt me wel leuk om ondereen te maken, zeg maar. En dan hele vroege... Als het nog 20 jaar blijft bestaan, dan heb jij een NFT gemaakt van helemaal aan het begin. En dat is natuurlijk wel, dat zou per definitie al waardevol kunnen zijn. Als je dan een beetje een libertaire boodschap erin knalt of zo. Of een paar leuke clips van gekke dingen die politici zeggen. De uitzending van Vrijheid Radio. Ja, dat lijkt me te lang. Gaat maar door, man. Dan komen we echt niet van het ene bericht naar het andere. Echt, zit geen schot in. Nee, maar serieus. Het zijn, ik sprak laatst iemand die verzamelt uitzendingen van Countdown. Met de Adam Curry, weet je wel, nog van vroeger jaren 80. Oh, ja. Die oude videobanden, die heeft hij dan gedigitaliseerd. Maar gewoon uitzendingen, maar die heeft ook cassettebandjes van de... en er zijn van Enkel, Curry en van Enkel, noem maar op. De Soul Show. Allemaal dingen uit de jaren 80, die heeft hij allemaal. En dat verzamelt hij. En dan geeft hij gewoon grof geld vooruit. Hmm. Het is al dat geouwe hoer van 30 jaar geleden. Dat, ja. Ja, maar het is nog steeds humoristisch hoor, denk ik. Ja. Dus, er zijn mensen die daar gewoon echt grof geld voor betalen. Ja, dus... dat is het hele rare met jij. Als jij, weet ik veel, een eend neemt en je maakt er een elektrische auto van. Dan zijn er gewoon, is er ergens op de wereld iemand die dat zo gaaf vindt en die ook zo'n bak geld heeft dat je als je die weet te vinden, en dat lukt steeds makkelijker op het internet, en die dat zelf niet kan doen bijvoorbeeld, dan ben je spekkoper. Ja, maar even kijken hoor. We gaan even naar het volgende berichtje. Waar waren we? We waren hier. Ik zal er even op klikken en dan gaat hij open. En dan laat hij, en dan krijgen wij, hartstikke idee, een Telegraafbericht. Ja. Mijn cookie-melding, weg ermee. Even kijken hoor, Biden kiest Sovjet-bazin die het geldsysteem radicaal wil veranderen. Oh jee.
Ja, ze wil sowieso veel grotere macht voor centrale banken. Maar ja, daar lijkt het toch al een beetje naartoe te gaan dat de gewone banken beëindigd worden. En dat je een rekening direct bij de centrale bank hebt. En die kunnen jouw digitale geld druk op de knop buiten werking zetten. Ze kunnen ook gelijk natuurlijk helemaal zien wat al je transacties zijn. En ze kunnen ook dan zeggen, jouw geld is aan het eind van de maand waardeloos. Of je kan er geen bier van kopen, of noem maar op. Dus dat zat er toch al een beetje in. Maar zij heeft dus inderdaad, hier in het verleden heeft Omarova, die in Kazachstan is geboren en ook in de Sovjet-Unie haar opleiding volgde, het communistisch model verdedigd. 2019 schreef ze op Twitter dat er in de oude USSR geen verschil in inkomen tussen man en vrouw bestond. Toen daar kritiek op kwam, schreef ze: ik heb nooit gezegd dat vrouwen en mannen absoluut gelijk werden behandeld in ieder aspect in het Sovjetleven, waar het salaris van mensen werd vastgesteld door de staat zonder naar geslacht te kijken. Vrouwen kregen erg genereuze ouderschapsvoordelen. Dat is nog steeds een utopie in onze samenleving. Nou, daar ben je lekker mee. De staat die bepaalt gewoon alle salarissen. Daar krijg je geweldige productie van. Dat is, dan zal je echt mensen gaan zich helemaal uit de sloffen lopen voor een door de staat bepaald salaris. Ja, mannen en vrouwen hebben het allebei even slecht, wat dat betreft. Ja. Dus dat is een soort gelijkheid inderdaad. Waar ze heel erg gek op zijn aan die kant. Dus het is toch wel raar dat ze is afgestudeerd naar Moscow State University in 1989 om de Lenin Personal Academic Scholarship. 30 years later, she still believes the Soviet economic system was superior. En, wow. En die wordt nou voorgesteld door Biden. Er werd vroeger op gejaagd, hè, in Amerika. Het is ook zo knap dat zo iemand gewoon naar boven valt, hè? Ja. Maar ik had ook bij de Dan Benziner show had ik gehoord dat er plannen waren om digital currency, dat digitaal geld van de staat. En hij was er fel op tegen en waarschuwde ook dat inderdaad mensen dan gecontroleerd werden op alles. Van of ze dan alcohol zouden uitgeven of wapens of wat dan ook. En dat het allemaal om controle gaat. En Hij bracht het wel als dat dit zijn wel serieuze plannen waar ze wel graag naartoe willen werken. Dus ik denk wel dat het heel snel stuk gaat lopen, dat het hele economische systeem, als ze dit soort dingen gaan doen. Er moet wel enige vrijheid zijn voor verhandelingsvrijheid en om welvaart te verzamelen. Ja, het lijkt me ook lastig. En mensen zullen ook inderdaad dan heel snel naar andere dingen zoeken, naar andere currencies, of naar crypto of wat dan ook. Het lijkt mij dat mensen het niet willen. Ja, dat denk ik bij veel dingen, dat willen mensen niet. Maar... Ja, ik denk dat zij er duidelijk naartoe willen. Zij vinden het natuurlijk super handig. En ook omdat je dan negatieve rentes veel makkelijker kan doen. Je schaft cash af. Ja, je kan gewoon negatieve rente doen. Van aan het eind van de maand is je geld waarloos. Tenzij je het uitgeeft. En dan gaan mensen natuurlijk de meest zinloze dingen kopen. Dat betekent ook dat er dingen, gewilde dingen, zo weg zijn. En dat er alleen nog bagger over is. Ja, dus op een gegeven moment is het al zo dat waarschijnlijk dat jij mijn salaris aan het eind van de maand op. Of verdwijnt. Laat ik er maar wat verkopen wat er is. Oh, wat is er nog in de supermarkt? Toiletpapier. Nou ja, koop dan maar een hele berg toiletpapier in of zo. Ja, ik denk dat heel veel mensen wel gewoon direct geld uitgeven aan hun huur of wat dan ook. En heel veel geld al direct kwijt zijn. En dan, hoeveel hou je dan precies over? Of een crypto-aap ervan kopen natuurlijk, dat kan ook. Dan maar een crypto-aap kopen. Ja, het lijkt mij ook lastig gewoon hoe ze dat echt willen... doorheen willen drukken en dat er niet gelijk een tegenbeweging komt. Ja, en het is natuurlijk ook zo dat de banken eigenlijk, het idee van banken was altijd dat zij klantenkennis hebben en kredietrisicokennis. Dus als er een lening verschaft moet worden aan een bedrijf, dan kunnen zij beoordelen van wat is de kans dat dat goed gaat of dat dat ergens op leidt. En die geven een lening en die niet. Dat zou dan allemaal door de centrale bank over moeten worden genomen. De centrale bank wordt dan ook een retailbank eigenlijk, die dan
moet gaan beoordelen wie er krediet krijgt en wie niet. En aangezien het een overheidsorganisatie is, krijg je natuurlijk dat het dan degene die krediet krijgt, is degene die hele goede connecties heeft. En die krijgt dan onbeperkt krediet. En degene die, de kleine man natuurlijk, die geen connecties heeft, die komt er maar niet door. Ja, goed. Ik denk dat ook van, als je op een gegeven moment een beetje gaat bepalen waar mensen dan hun geld aan mogen uitgeven. Want je hebt nou bijvoorbeeld in Nederland, was er ook een bericht van of er dan zo'n CO2-budget en hoeveel brandstof je mag hebben. Dat het een beetje alles rantsoen gaat. En er was er gelijk een leuke poll bij. En 77% van de Nederlanders die vond het heel fijn om dingen op rantsoen te hebben. Dat is gewoon heerlijk. Dat is ook wel ongelooflijk natuurlijk. Maar ja, dat ging dan om brandstof, vlees en nog wat dingen. Maar goed, als je wilt controleren waar mensen hun geld aan uitgeven. Maar het lijkt me ook weer een fantastische lobby. Van, ja. Weet je wel, je hebt nu bijvoorbeeld al, die heb ik gezien, een kaart van Nederland. Met een dichtbaarheid van snackbarren. Want dat schijnt een probleem te zijn dat mensen geprikkeld zijn dat ze zo'n snackbar in kunnen lopen. En dan ja, doen ze ongezonde dingen als een kroket eten of zo. En dan net zo met die COVID-kaart. Ik woon bijvoorbeeld in een rood gedeelte. Dus er zitten heel veel snackbaren op elkaar. En, maar wat je dan volgens mij krijgt is van... Dat lijkt me zo'n McDonald's. Die zegt van ja, maar wij zijn helemaal niet zo ongezond. Want we hebben ook een Mac Salad. Waar horen daar eigenlijk niet bij? Want zij kunnen een beetje lobbyen. En een snackbar hoekje kan dat niet. Ja. En dan lijkt me als je dan op een gegeven moment... Dan kan je daar niet meer kopen, maar nog wel bij de McDonald's. Ja, misschien. Ja, je bent alcoholist, maar geen alcohol drinken. Maar ja. Weet je wel, je krijgt gewoon dat het eerst als er iets goeds wordt gezien. Van ja, we zorgen een beetje voor je, hè, natuurlijk. Want dat kun je jezelf vragen. Je hebt niet, natuurlijk. De gezondheid. In het begin krijg je zeker alcohol, sigaretten, gokken en dat soort dingen. En dan zeggen mensen allemaal, nou, ik vind het best wel goed hoor, want hiermee gaan we het gokken te lijf. En het alcoholisme. En uiteindelijk kom je met een situatie waarbij dat al die drie dingen erger worden dan ze ooit geweest waren. Maar goed, dan komt gezond eten komt ook. Maar dan krijg je die strijd, denk ik, van... Iedereen lobbyen wat gezond die gaan, eten. Die gaan dan wel regelen dat zij in het hoekje gezond eten vallen natuurlijk. Ja. Net zoals Heinz tomatenketchup ooit geregeld had dat ze dat het tot groente werd gedefinieerd en op scholen geserveerd werd. Hè. Want ja, tomaten, Heinz tomatenketchup, is eigenlijk gewoon groente. Ja, en je moest op een gegeven moment ook 3 liter melk drinken. Hè? Elk kind moest 3 liter melk drinken. Dat was echt goed voor je. Later waren er wel onderzoeken die bewezen dat eigenlijk niet goed voor je was. Maar die melkberg, die moest toch weg, hè? Ja. Die moest weg, ja. Dus ja, als zij gaan bepalen wat gezond is, dan... Het wordt één groot lobbyfestijn. En dat zie je nu al met gezondheidszorg natuurlijk. Wat zit er in het basispakket? En dan de ene keer zitten de brillen opticiens, die zitten weer te lobbyen. En dan mag er een jaar een bril in het basispakket. En dan neemt iedereen weer een bril. En dan zijn zij weer even blij. En dan de volgende keer beginnen de yoga-leraren weer te lobbyen. En dan slaan de diëtisten weer de handen ineen. En iedereen zit te lobbyen om daarin te komen. En het is één groot politiek touwtrek. Ja, dat lijkt me dan met dat geld uitgeven. Van als je inderdaad een vleesbudget hebt. Of een gezondheidsbudget. Of een bepaald... dat ze hebben al die kaart gemaakt. Hè. Dat is al echt gestoord. Je hebt al gewoon gele gebieden en zwarte gebieden. Waar gezondheidsproblemen zijn puur op het feit dat er een snackbarretje zit. Ze willen wel een beetje die kant op dan, maar... Ja, carbon budgetten willen ze geloof ik heen. Hè? Van, je hebt een persoonlijk carbon budget. En als jij je carbon budget gebruikt om op vakantie te gaan, dan kan je natuurlijk geen vlees meer eten. Je kan niet meer in je auto rijden, want je carbon budget is op. En dat doen ze eigenlijk... dan doen ze het heel erg voorkomen, alsof jij toch de keuze hebt. Je hebt zoveel keuze hier, het is gewoon te gek, zo'n vrij land. Je kan je carbon budget hierin uitgeven, je kan het daarin uitgeven. Wat een vrijheid allemaal. Ze brachten het ook als dat je ermee kon verdienen. Want als je dan beter voor de planeet was, door jezelf extra te ransoneren, dan kon je erop verdienen.
En, en toen kwam die poll ook van, nou ja, er waren heel veel mensen die, ja, dat is wel een tof idee, hè. Want ja, goed, die aarde wordt maar vernietigd door mensen die vreselijk veel vlees eten de hele dag door. Of de auto stationair laten lopen, 24 uur achter elkaar. Nou, als je dat allemaal niet doet, ja, dan ga je verdienen. Nou ja, dat is, je verdient natuurlijk nooit op de staat. Nee. Maar zo wordt het verkocht gewoon. Ja, met de toeslagenaffaire heb je het idee dat je verdient aan de Belastingdienst gewoon. Dus, toeslagen, dat zijn degenen die de toeslagen uitdelen. Ja. Maar ja, de gekkigheid houdt niet op. We gaan even kijken hoor. Hartstikke idee. Dutch greenhouse go dark. As energy crisis worsens. Food inflation fears mount for Europe. Oké. Okay. Ja, voedselprijzen zijn behoorlijk aan het stijgen. Mm-hmm. Maar wat mij verbazen is dat ik hoorde dat de kassen hier uitgingen omdat de gasprijs zo hoog was. En dus die zagen er geen brood meer in het zullen niet alle producten geweest zijn, maar bepaalde dingen die al een lage marge hebben, als dan de gasprijs omhoog gaat, dan zal je die uit moeten zetten. En daar had ik helemaal niks over gelezen in het Nederlands nieuws. Ik had überhaupt niks in het Nederlands nieuws gelezen dat de gasprijs zo omhoog was gegaan. Maar dat kwam dan, eindelijk, vandaag zag ik voor het eerst dat een bericht in de Nederlandse pers, zeg maar, dat de gasprijzen zo gestegen waren. Maar ik heb het idee dat slecht nieuws over Nederland een beetje achterblijft. En wat dan vooral grappig is, is hoe dan ook niet genoemd wordt dat meer dan de helft van de kosten gewoon belasting is. Ja. Wordt gewoon keurig omheen geschreven. Ja. Denk ik wel, de productie is gewoon niet groter van de Nederlandse gasbel. Dus ik denk, als dat geen belasting zou zijn, is het niet zo dat mensen twee keer zoveel gas konden kopen. Dan zou de vrije marktprijs ongetwijfeld ook weer naar dat niveau gaan. Dan zou je wel kunnen hebben dat er van links en rechts gasflessen worden aangevoerd. Of op andere manier gas wordt getransporteerd. Want dan is het natuurlijk wel heel lucratief geworden. Maar ik heb het idee dat het een beetje een groen excuus is. Dat de slochter dicht moet om niet te willen zeggen dat het eigenlijk op is. Ja, slochteren is... Want ze zijn daar ook bezig met uitzetten. Daar is nu 10% van het van de windcapaciteit is nu uitgezet sinds een jaar ongeveer. En dat gebeurt dus in opdracht van de Nederlandse staat. En dat is dus omdat er wordt verondersteld dat er dat men geen aardbeving meer in Groningen wil. En men is dus op 10% nu. Als men zo 10 jaar doorgaat, dan staan alle gasputten zijn dicht. Even los van dat er nog wel gas in zit. Maar het wordt gewoon niet meer gewonnen. Er zit altijd wel gas in, maar ik las ergens dat, ik geloof dat een kwart van de energieopbrengst van het gas is nodig om de compressoren te draaien die dat eruit moeten pompen. En dat neemt toe. Dus naarmate dat gasveld leger raakt, heb je steeds minder opbrengst eigenlijk. Want op een gegeven moment moet je de helft van de opbrengst van het gas steken in de energie om het eruit te halen. En dat is natuurlijk bij olie is dat ook zo. Sommige olievelden, dan boor je een gat in de grond en dan spuit het eruit. Ja, dan heb je hele lage kosten aan. Ja, soms moet je een booreiland neerzetten en ontzettend diep de oceaan inboren. En dan heb je hele hoge kosten om erbij te komen. Zal ik dit weekend wel even vragen met iemand die daarmee bezig is? Ja, compressor heet zo'n ding. En ik begreep al jaren geleden dat ze daar heel veel energie aan kwijt waren. Ja, en als dat op gas draait, dan is dat natuurlijk ook heel duur geworden. Ja. Ja, het is gewoon, net zoals bij olie, rekenen ze ook naar de opbrengst in energie, zeg maar. Vroeger, als je 1 olievat uitgaf aan boren, dan kon je er 80 uithalen, bijvoorbeeld 80 vaten olie. Dus per olievat dat je uitgaf, dat je nodig had voor exploratie en boren en exploitatie,
krijg je 80 vaten terug aan energie. Dus dat is de energieopbrengst. Je bent 1 vat kwijt om 80 uit te halen. Dus niet naar hoeveel geld. En dat is steeds minder aan het worden. Dus als je op een gegeven moment 30 vaten erin moet steken om de 80 uit te halen, dan is het al een stuk minder interessant geworden. Maar als je op een gegeven moment 80 vaten erin moet doen om 80 vaten eruit te halen, dan heeft het gewoon geen zin meer, tegen wat voor prijs dan ook. Nee, zeker niet. En dat is dan ook peak oil, voor een deel. Ja, dat peak oil is natuurlijk weer even uitgesteld. Ze hebben de peak conventional oil is er eigenlijk wel gekomen. Dus, en dat wil ook niet zeggen peak price, maar peak production. Dus dat de productie gaat afnemen. En dan kan het nog steeds zijn dat de prijs niet gepiekt heeft of wel lager is of zo. Maar peak oil ging alleen maar over de productie. En conventionele olie is al gepiekt. Maar ze hebben natuurlijk met die shale oil zijn ze aan de gang gegaan in de Verenigde Staten. Schalieolie. En daar hebben ze een hele hoop uit weten te halen. Nou zijn dat allemaal, ze stoppen chemicaliën in een rots en dan kraken ze die rots en dan kunnen ze de olie uithalen. Het punt is alleen een beetje dat heel snel op is. Dus dat je bronnen eigenlijk van hele korte duur zijn. Het is niet zoals in Saudi-Arabië, heb je van die olievelden die al 40 jaar olie produceren. Maar bij schalieolie is dat niet het geval. Dus je moet blijven investeren om olie te halen. Shell heeft er dus afscheid van genomen in Amerika in ieder geval. Hmm. Voor 9 miljard dollar hebben ze dat laatst verkocht in Amerika. Okay, ja. Ja, het kwam natuurlijk ook even helemaal stil te liggen, want op een gegeven moment waren de olieprijzen negatief tijdens de COVID. Maar dat was een beetje een raar geitje van de futuresmarkt, omdat als je levering accepteert, dan moet je het laten leveren. En als je geen opslagruimte hebt, dan moet je van het contract af. En de opslagruimte was op eigenlijk. Ja, dat speelde ook aan het begin van de COVID-crisis. Ja, maar dat heeft er wel denk ik voor gezorgd, die lage prijs, dat er niet meer geïnvesteerd is in shale oil. En ik las er net nog dat er iets van een kwart trillion nodig is. Dus dat is een kwart platina muntje om de olieproductie weer op gang te krijgen. Om die schalieolieproductie weer vlot te trekken, zeg maar. Ja. Maar dan gaan we een halve trillion dollar. Zelfs een halve trillion dollar is er nodig om supply collapse te voorkomen. Dus ja, maar goed, dat kan ooit nog wel weer een keer een dal worden. Dus, Maar dan gaan we nog even verder, even kijken hoor. Tijd voor de Fabeltjeskrant jingle. Want we gaan even naar de metro toe. Britse leger helpt met bevoorrading van tankstations vanwege, brandstoftekort, ja. Ja, de teneur in het nieuws is altijd bij, als er iets misgaat in Engeland, ha ha ha, die stomme sukkels met hun Brexit. Want nu komen ze 100.000 chauffeurs tekort. Mm-hmm. En dat is eigenlijk altijd het verhaal. Ik zie nu weer een voorpagina nieuws ook van ha ha ha, door Brexit loopt UK grote chipsfabrieken van Intel investeringen mis. Je moet altijd even doorkijken, want ik vind dat verhaal heel vreemd. Er zijn dus 100.000 vrachtwagenchauffeurs tekort. En dat heeft dan met Brexit te maken. Maar Brexit is alweer een tijdje geleden. Hoe komt dat er dan nu opeens 100.000 vrachtwagenchauffeurs tekort zijn? En natuurlijk heb je achterlijke diploma's nodig daarvoor. Om met benzine te rijden. Nou zullen veel mensen zeggen van, nou, maar dat is ook belangrijk hoor. Maar ja, er is natuurlijk een einde aan de achterlijkheid. Als er in het diploma staat dat jij het alfabet achterstevoren moet kunnen boeren, dan voegt dat niks toe aan de veiligheid van de vrachtwagenchauffeur. Dan is het gewoon marktbescherming eigenlijk. Het is wel redelijk zinvol, die certificaten die je moet hebben om op dat soort transporten te mogen rijden. Alleen het probleem was meer dat ze heel veel niet-Engelse chauffeurs eruit hebben gekikt. En daardoor, en een deel van die transport, of van die brandstoftransportchauffeurs, op andere transporten zijn overgestapt. Maar
dan kom ik ook nog even op een eerdere opmerking van jou, waarbij gezegd werd van, ja, ze gebruiken dat ook een beetje om Engeland te kakken te zetten, want Brexit. Maar ook in Nederland de chauffeurs tekort steeds nijpender. Tarieven gaan ook lekker omhoog de laatste tijd. En, maar dat komt dan weer vooral omdat men heeft beperkt op het aantal cabotageritten die gemaakt mogen worden. Dus er zijn gewoon minder chauffeurs dan vroeger op Nederlands grondgebied. Omdat die niet op Nederlands grondgebied op dat moment mogen rijden. Omdat ze een rit naar het thuisland moeten hebben. En dat speelt nu ook in Nederland steeds meer parten qua schrikbehebben van chauffeurs. Ik hoor veel achtergrondgeluid op dit moment. Ja, dat is de wasmachine. Dus dat is ook een regulering, zeg maar. Net zoals met die taxichauffeurs of zo. Dat als, dat je, als je naar Schiphol rijdt, mag je niet iemand mee terugnemen of zo. Of, maar die chauffeurs ja, Niet van het plat of bij de aankomst en vertrek, maar wel gewoon verderop op Schiphol mag je een uurtje meenemen. Maar als die even parkeren op een plek waar het verboden is om te stoppen, dan staat daar weer de Marocheche, hoera hoera, en die geeft jou een bekeuringje mee. Ja. Want het zijn hulpverleners, dus dat dan weer wel. En dan wordt ook scherp opgelegd bij op Schiphol. Dus, maar ja, maar goed, denk ik. Wat nieuws. Er waren in ieder geval heel wat memes over de gas, over de benzineprijzen. Oh ja, dat, zeker. Zag het erbij komen. I usually don't brag about expensive trips, but I just came back from the gas station. En dan zie je zo'n Playboy type met een Rolex en een dure zonnebril. Maar ja, je hebt een handdoek nodig om te huilen tegenwoordig, als je wilt denken. Ja, maar dan gaan we even naar het andere leed, namelijk het café. Ah, hier kan André Hazes, over hoe het er tegenwoordig aan toe gaat, kan André Hazes senior een menig smartlap over vol zingen als hij nog had geleefd. Even kijken hoor, want even. Ik hoor heel veel bijgeluiden trouwens. Maar... Ja, ik ja, was ik even. Ik ging even zitten. Ik ging even anders zitten. Ja, maar daarvoor ook bedoel ik. Even kijken hoor. Nou heb ik de optimale positie gevonden. Oké. Okay. Het is een gek lettertype. QR-code verplicht, behalve in het restaurant van de Tweede Kamer. Oh ja, ja. Ja, dit is wel verschil moeten zijn, hè. Ja, de heersers die willen ook eens een hapje eten en dan willen ze geen gezeur hebben met je slavenkaart laten zien. En, Oeh, zijn ze dan niet allemaal gevaccineerd? Ja, maar dan moet je nog steeds je kaart laten zien dat je gevaccineerd bent. Nu. Ja, maar misschien gaan ze ook eens kantine, hè. Dus de rechtbank ook zo. Dan, zolang er maar juristen en rechters komen, dan is het restaurant ook gewoon QR-loos. Ja, maar gewoon een bedrijfskantine, daar hoef je ook geen QR-code voor te doen. Nee, precies. Dus dit is gewoon catering, dus ja, geen horeca. Ik hoorde trouwens voor het wegrestaurant ook. Ja. Heel apart, maar ja, ik snap, de logica is absoluut niet meer te begrijpen. Dus hoe ver moet het restaurant dan van de weg staan om over een QR-code te moeten eisen? Want elk restaurant staat in principe aan de weg, hè? Dus dan kan je zeggen, ja, wij zijn een wegrestaurant. Ja, hoezo dan? Ja, we zitten toch aan de weg. Mm-hmm. Ja, dat is goeie. Is dat dan inderdaad, dan moet je dan echt aan de snelweg zitten? Is dat dan het ding? Ik vermoed snelweg inderdaad. Ja. Maar het rare is dus dat bij de McDonald's, daar kom je niet meer het toilet in als jij niet je kaart laat zien, je papers, paper please. Maar als de McDonald's nou aan de snelweg zit, hebben ze dat daar dan niet? Is dat dan niet company-wide? Is dat dan McDrive? Ik zou het niet weten. Maar ik drive sowieso niet, denk ik. Want het is alleen als je gaat zitten. Ik had het ook in het Hoge Catharijnen. Dan ging je naar zo'n tentje toe om een koffie met appeltaart te halen. En dat mag dan wel. Maar als je gaat zitten in hun etablissement, dan moet je je kaart laten zien. Als je daar gewoon de hele tijd rondloopt, maar je gaat het eten en je gaat niet zitten. Maar je gaat bijvoorbeeld vlak buiten het terrasje in hetzelfde winkelcentrum zitten op een fonteintje. Dan is het ook oké. Okay. Dat is een heel, heel raar virus is dit. Ja.
Maar het idee heb ik ook wel dat mensen het ook gewoon niet meer helemaal goed begrijpen. En dat ze ook maar iets moeten doen. Ik was bij een sportvereniging. En daar moest je letterlijk door de kantine heen om überhaupt bij de sport te komen. Dus er waren sowieso mensen die er niet mochten zijn. Dat ging gewoon niet anders. Maar dan hadden ze dan, als je dan een biertje kocht, dan mocht je er zitten. Je mocht er wel zitten. Je mocht er gewoon zitten. Je mocht er 3 uur zitten. Je mocht, wat je maar wou. Je mocht geen biertje kopen. Op elkaar, tongen, wat je maar wou. Maar je kon geen biertje afrekenen. Dan moest je eruit. En daar mag je daarna wel weer in. Weet je wel, als het biertje op was. Maar het kwam erop neer dat je gewoon... je mag gewoon dat biertje niet vasthouden. Dan krijg je dus ook van die rare dingen. Dat, bij zo'n terrasje, ik zag zo'n foto van... dan heb je een terras en dan mag je dan wel zitten zonder QR-code. Maar ja, als het dan een beetje winderig is, dan kan je daar een soort plastic tent overheen zetten. En dan is het eigenlijk nog steeds een terras, dus dan is het nog steeds niet nodig. Maar het begint steeds meer op een restaurant te lijken. Want je hebt terrasverwarmers, je hebt windbeschutting, heb je dan. Zeg maar. Dus eigenlijk is het dan de regel, je mag als niet-QR-bezitter mag je wel eten, maar alleen in een lekkend... Ja. Klerenrestaurant. Ja, maar dan krijg je zo'n woonwagenkamp idee. Het idee dat het nog kan rijden. Nou, dan heb je barakken. Dan heb je barakken die nou... Ja, als je die ooit over de weg moet krijgen... Dan denk ik dat je gewoon zeg maar via ducten moet slopen. Maar in theorie zou je het kunnen vervoeren. En zulke dingen. Ik zag ook al van die is het opeens roerend goed geworden? Ja, ik zag ook van die dicties buiten de terrassen. En daar hadden ze dan heel graag van die posters van Hugo de Jonge en Rutte in gehangen. Dat je daar dan overheen kon zeiken. Dus, ja. Ik heb allemaal gepraat op de achtergrond. Dat zou bij mij wel eens kunnen zijn. Oké, maakt niet uit. Ja. Het is café Libertaria. Hè? Dus, ja, daar hoort geouwe bij. Het enige café in Nederland waar je zonder QR naar binnen mag. Ja. En als je dan toch naar binnen wil, neem dan de QR-code van Emmanuel Macron. Want die rouleert op het internet. Daarmee kan je gewoon een biertje halen bij de kroeg. Dan moet je ook wel zijn identiteitsbewijs hebben, denk ik. Ja, maar daar wordt toch niet naar gekeken. Dus, Ik heb van heel veel mensen gehoord die al die al gevaccineerd zijn. Of die gewoon net gedaan hebben alsof ze zich lieten vaccineren. Dat kan ook, hè. Zijn er gewoon naar binnen gehaald, hebben een stempeltje gehaald, zijn weer naar buiten gegaan. Zonder zich te laten vaccineren hebben ze gewoon een volle stempelkaart. En als ze dan naar de, gaan stappen en dan laten ze gewoon een QR zien. Dus er wordt nooit naar hun identiteitsbewijs gevraagd. Ja, ik denk dat een hoop mensen toch de gok niet wagen. Want als je daar naartoe gaat en met je hele gezin of zo, je gaat met z'n zessen ergens naartoe, dan... er is er eentje die niet naar binnen komt of zo. Omdat ze opeens wel om identiteitsbewijs vragen. Ja, dat is natuurlijk altijd, dat is dan wel vervelend. Kans is er wel, ja. Ik denk dat het toch wel de horeca wel gaat treffen, dit. Ik heb ook het idee dat ze dat op zich wel weer gaan afzwakken na een tijdje. Als de vaccinatiegraad omhoog gaat. Nou, nee, maar dat het ooit wel weer, dat het wel weer terug gaat komen. Dan is het wel zo'n zak, zoiets net zoals de avondklok. Dat is zo'n kaart die ze in hun achterzak houden dan. Nee. Ik denk dat het nog een stap verder gaat. Want ze willen het ook nog voor... ze zullen het verder uitbreiden. Hmm. Die plannen liggen er al. Dus ze willen ook voor winkelen en voor... zelfs voor werken. Je kunt het dan in het buitenland een beetje bekijken. Zoals bijvoorbeeld Slovenië. Ja. Dus die QR-code voor tankstations en dokters en apotheken hebben. Dan ja... Ik kijk altijd een klein beetje naar het buitenland, van hoe gek zijn ze daar. En, Australië was altijd het land van, daar zijn ze behoorlijk gek. Ja. En daar lopen ze flink vooruit. En dan kan ik kijken hoe gek het kan worden. Canada is ook behoorlijk extreem. Ja, Canada mag je niet meer vliegen zonder vaccin, geloof ik. Nee, en het was ook zo van dat...
studenten mochten ook niet meer naar de universiteit, naar de colleges, maar het online onderwijs was ook afgeschaft. Het is een beetje extra treiter, of zoals Hugo de Jonge het noemt, overtuigen. Mensen worden overtuigd. Ja. Ja, vroeger was overtuigen met argumenten, maar en ze hebben gebruikt ook wel eens met dreigen. En, over de streep trekken gebruiken ze ook wel eens, wat een beetje een vaag verhaal is. Dat klinkt al wat gewelddadiger over de streep trekken. Ja, maar ik denk ook dat je, dat stel dat je een gewelddadige roofoverval doet, hè, je geld op je leven, dan kun je nou van de rechter zeggen, hij gaf me geld, dat kan hem overtuigen. Ik had hem over de streep getrokken. Ik heb er geen actieve herinnering aan. Oh man, man. Dat is wel grappig in ieder geval. Die QR, dat was ook wel leuk uit het artikel. Is dat die, het kan ook niet teruggetrokken worden. Hè? Emmanuel die zit gewoon met die QR voor de rest van zijn leven. Maar ik dacht dat het een keer wisselde, die QR. Nee. Het is, blijkt dus vast te zijn. Dus, maar jij moet die wel. En die QR is een link naar een database, toch? Dus gewoon een link naar een database. Ja, maar die kon niet veranderd worden. Dus het punt is. Dus jij. Nee, heb je ook weer een nieuwe QR, hè? Ja. Je logt elk. Dus dat is dus met dit niet. Nee, en dat is het leuke, want je moet wel overal de QR laten zien. Ja, er kan ook iemand een telefoon tegenover houden en op de foto dingen drukken. En hoppakee, ik heb je QR. Het werkt niet, laat ik het nog een keer doen. En dan ga je hem scannen, weet je wel. Snap je? Ja, je kan wel aan QR-codes komen, denk ik. Maar het punt is dat je er geen identiteitsbewijs bij hebt. En ja, als ze daar nooit naar vragen, Maar ik weet niet, ik ken nog geen mensen die ervaring mee hebben, die dat kunnen bevestigen. Want nou, dat doen ze echt nooit. Ja, nou ja, goed. Want ik heb ook een QR-code en als je die omhoog houdt en die wordt gescand, dan zegt hij, je mag niet discrimineren op basis van medische status. En dan, dit is in strijd met artikel 1 van de grondwet. Of zo. Dat geeft hij als beeld. Zeg maar. Ja, als ze er gewoon helemaal niet naar kijken. Dan kan je dat ook doen natuurlijk. Eens kijken, zo iemand kijkt alleen maar of dat ding groen wordt, de rest kan hem niet schelen. Dus je kan hem ook linken naar een website die een groen ding laat zien. Ja, goed, wat artikel 1 van de grondwet wat precies waard is. Grondwet heeft inmiddels toch staat geen waarde. Er staan een aantal dingen specifiek genoemd bij artikel 1, maar er staat geen vaccinatiestatus bij. Dus nou ja, daar mag je gewoon op discrimineren. Mag alleen niet op huidskleuren, seksuele geaardheid en ja. Er is toch zo'n rechtszaak geweest van Viruswaarheid, geloof ik. Die rechter had geen gelijk gekregen. Dat is toch deze week ook gebeurd? Rechters geven sowieso Viruswaarheid nooit gelijk. En als ze het doen, dan draaien ze binnen 24 uur terug. Dan komt er een welwillende rechter. Ja, dan wordt hij even geswapt, wordt hij dan. Lucas wil wat zeggen. Kijk, dat die uitspraak gisteren niet positief was voor de goede zaak. Dat was wel verwacht, maar er kan nu wel een bodemprocedure gestart worden. Ja. En daardoor is er wel meer zorgvuldigheid en kun je ook met betere onderbouw of met meer onderbouwing kun je ook beter een case maken en ook dat het een eerlijker proces krijgt, zeg maar. Anders wordt die toch weer in hoger beroep, wordt het weggeveegd. Mm-hmm. En nu door die bodemprocedure te gaan starten als volgende stap is er gewoon wel een kans dat het, of een grotere kans dat het alsnog in ieder geval serieus behandeld wordt. En dat het ook nog eens een keer op een winst uitdraait. Maar het is wel iets van een lange adem. En dat gaat ook nog wel zeker een maand of twee duren. Maar zo lang gaat die QR-code waarschijnlijk ook duren. Ja, ik begrijp dat die 1 november weer opnieuw bekeken ging worden of zo. Maar het is een beetje vreemd. Kijk, we zitten in tussen een aantal landen. De Denemarken heeft helemaal afgeschaft. Noorwegen helemaal afgeschaft. Zweden helemaal afgeschaft. Duitsland is nog steeds de 3G. Frankrijk is een halve fascistenstaat. België is een beetje half om half. In Antwerpen kan je nog gaan eten in een restaurantje, begreep ik. Ja, klopt.
naar België gaan om te, uit eten te gaan. Ja, en uurtje. En je hebt natuurlijk ook nog gewoon restaurants waar je, en dat ademvrij bij mij verhaal geldt. En daar kun je ook gewoon naartoe en wordt er ook niks gecontroleerd. Ja, je of vraagt af hoe lang die het volhouden. Maar want ja, als die boa NSB'ers bezoek krijgen met mystery shoppers, dan... Ja. Aan de andere kant, anders ga gewoon lekker thuis eten. Er zijn ook in de supermarkt goede kant-en-klaar maaltijden te koop. Daar mag je straks ook niet meer in de supermarkt. Nou, dat mag nu nog wel. Volgende versoepeling maar af. Kijk maar wat we dan allemaal niet mogen. De term versoepeling is ook, heeft een hele zure bijsmaak gekregen. Als er iets doodeng is, is dat een versoepeling. Dat is trouwens ook gebeurd met die anderhalve meter. Dat, ja, goed, ze zeiden dan, nou, hoi, anderhalve meter gaat eraf. Krijg een lekkere QR-code. Maar goed, die restaurants die zeiden van, nou oké, dat vinden onze klanten helemaal niet leuk. Dan doen we gewoon die anderhalve meter nog wel even. Nee, dat mag niet. Je mag niet terug naar de verzwaring. Je krijgt een versoepeling en die gaat door jouw kop heen. En doe maar gewoon. Weet je wel. Had het er ook over. Er stond er in het krantenartikel, de cinema... industrie smeekt om anderhalve meter maatregelen. Ja. Mogen we terug naar voor de versoepeling? Het NOS-journaal opende er daar ook mee. Het kabinet pakt groot aan met versoepeling. Er komt een versoepeling. PS. We krijgen nou een medische apartheid. En ik denk ook de volgende versoepeling. Dat ze gaan zeggen van... als begin van het NOS-journaal, jullie mogen weer handen schudden. Ze versoepelen alleen op dingen die toch al gebeuren. Hè? Ja, maar ongevaccineerden mogen de supermarkt niet meer in. Het begint positief, zeg maar. Ze schaffen eigenlijk alleen dingen. Want die anderhalve meter maatregel, daar hield niemand zich aan. Het was niet met de handhaven. Nee, het werd gewoon helemaal genegeerd. Dus dat schaffen ze dan af. En dan krijgen er iets bij wat makkelijker te handhaven is. Omdat je die restaurants makkelijk boete op kan leggen. Ja, maar het is ook gewoon nu min of meer verplicht. De restaurants die mogen ook gewoon niet meer zeggen van maar wij doen dan social distancing, dat hielp toch zo goed en dat was toch zo geweldig. Dat doen wij dus, dan kunnen mensen gewoon naar binnen, geen QR te gaan scannen, maar nee, zo werkt dat niet. Wij willen die QR. Maar goed, in die rechtszaak was ook gewoon, is er gewoon ook gevraagd, is er eigenlijk wel een wetenschap bewijs dat die anderhalve meter dat die werkt, dat helpt. En dat was de landsadvocaat, die was dat niet bekend. Dat zijn ze helemaal van afgeschaft. Als jij vraagt, is er bewijs dat het werkt? Dan kijken ze echt aan van welke planeet kom jij? We kunnen de gok niet nemen dat het misschien wel werkt en dat we het dan niet toepassen. Weet je wel? Zeker voor het onzeker. Iedereen een banaan op zijn hoofd dragen. Want, het is niet bewezen, maar je kan maar beter een banaan op je hoofd hebben, want het zou wel eens kunnen helpen tegen de COVID. Ja, nou het grappige is, ik heb die mondkapjeszaak toen ook gezien van viruswaarheid. Eerst ging die landsadvocaat van die mondkapjes of die echt iets doen. Misschien zouden ze best iets kunnen doen, zei ze. Zou het best wel erg goed kunnen zijn. In ieder geval, het was erg goed voor de gedragsverandering. Mensen gingen dan, waren toch in een soort constante paniek. Uiteindelijk was het alleen maar goed voor Siewert. Alles is uiteindelijk goed voor Siewert. Maar op een gegeven moment was dan mensen ademen minder makkelijk. En dat is gewoon zeer onprettig. En toen zeiden ze van, die mondkapjes die werken helemaal niet. Dus mensen kunnen ook niet gezeuren over dat ze zo weinig adem krijgen. Want die dingen doen toch niks.
Dat was haar verdediging. Ja, nou ja, goed. Maar ja, je doet er niks tegen, want de rechter die gaat die luistert ernaar en die denkt, oké, okay, en uiteindelijk verlies je. Dus ja. Op een gegeven moment was het toch met die foutje in Amerika, daar mondkapjes helpen niet, zei hij helemaal aan het begin. Ja, het zou misschien een droplet of één of twee kunnen tegenhouden, ja. Maar eigenlijk doet het niks. En toen was de volgende, die was van, ja, doe toch maar mondkapje. Ja, twee mondkapjes. Ja, drie is natuurlijk beter op zich. Ik kreeg van die memes ook, dat hij zijn hele doos mondkapjes op had. De hele box. Maar niet gelijk duct tape, joh. Ja. Maar goed, ik sprak ook een buurvrouw die zei van ja, ik ga naar Spanje op vakantie, want dan is iedereen zo gedisciplineerd. Dan hebben ze allemaal een mondkapje op, want ja, want ik ben geen complotdenker, dus die dingen die werken gewoon. En toen zei ik van ja, maar gewoon op de verpakking staat dat ze niet helpen tegen virussen. Heb je die verpakking, heb je die handleiding wel eens gelezen dan? Nou, dat heb ik niet gedaan. Maar het was geen complotdenker, dat was wel op zich fijn. Dus ja. Ja, op zich staat er in die contracten die gelekt zijn tussen die vaccinleveranciers in Albanië. Zo'n contract gelekt, wat waarschijnlijk voor al die landen hetzelfde contract is. Er stond ook in, ja, we garanderen niet dat het werkt. We weten niet of er geen bijwerkingen zijn op lange termijn. We zijn nergelijk aansprakelijk voor. Nog onze onderleveranciers of partners. Dan heb je eigenlijk van, eigenlijk zeggen de fabrikanten van die vaccins ook van, ja, we weten niet of het werkt. Nee, ze hebben heel opgeleerd van de Mexicaanse griep, denk ik. Ja, het is een betere deal voor ze, denk ik. Ja, ze zorgen gewoon dat ze. Maar ik denk dat ook dat. Ja, het zijn de corporations die hebben eigenlijk. In het begin denken ze van, nou, we hebben het goed voor elkaar. Wij kopen wetgeving. We kopen iedereen om in de overheid. En we geven dikke baantjes aan ex. Mensen uit de overheid, zodat ze weten, de opvolger weet wat dat die ons gunstig gezind moet zijn en zo. En dat werkt voor een tijdje wel goed, tot de overheid zo machtig is, dat nu hebben ze misschien op papier staan, die Pfizer's en de Moderna's, dat ze niet vervolgd kunnen worden, rechtsvervolging. Ze kunnen nergens voor aangeklaagd worden, het hoeft niet te werken, het mag best bijwerkingen hebben, kunnen ze allemaal niet voor gepakt worden. Maar je vergeet de overheid uiteindelijk degene is met alle rechtbanken, alle media, alle scholen, alle wapens, het leger. Dus als die op een gegeven moment zeggen van, nou, jullie hebben er 60 miljard aan verdiend, maar weet je wat, we leggen jullie een 100 miljard boete op vanwege schending van de GDPR-wet of zo. Dan kan je daar niks tegen doen als corporation. En ik denk dat er zit zo'n omslagpunt in, dat de staat zo machtig wordt, dat ze kunnen gewoon weer terugpakken. Net als bij Volkswagen of zo. Of bij die banken. Die banken die hadden dan. Ik weet niet, het was een Franse bank geloof ik. Die had een bank die helemaal niks met de VS te maken had. Die had met Iran wat gedaan. En ja, dat was een boycott van Amerika. Dus dat mocht niet. Dus die kregen een miljardenboete opgelegd. Hè. En ja, zij kunnen natuurlijk beboeten wat ze willen. En dat zie je nu ook gebeuren met die techboetes, dat er gewoon links en rechts. Nou is Japan, die hebben weer, de Japanse overheid heeft weer gezegd, ja, Google die heeft misbruik gemaakt van de machtspositie, Google en Apple. En die leggen wij een boete op. Dus ja, iedereen ziet dat gewoon als gratis geld. Je gaat gewoon die bedrijven allemaal enorme boetes opleggen voor al die vage wetgeving die er allemaal is. Ja, ik denk dat de overheid op dit moment er zelf ook geen schade aan kan hebben, omdat zij die vaccins namelijk helemaal niet verplichten. Ze kunnen altijd zeggen, het is een vrije keuze geweest van de mensen, want we hebben ze alleen maar geprobeerd te overtuigen. Ja, dat doen ze dan natuurlijk door je hele leven compleet zuur te maken. Maar uiteindelijk is het dan, ja, je hebt het wel zelf gedaan, hè. Dus ja, maar die restaurants zijn toch verplicht om dit te doen? Wat bedoel je? Ja, checken. Ja, maar jij hoeft niet naar een restaurant, zeggen ze dan. Ja, ja. Als jij dus die shot zet en er gaat iets mis met jou, die bedrijven zijn niet verantwoordelijk, maar die overheid is ook niet verantwoordelijk, omdat die zeggen dan gewoon, wij hebben het nooit verplicht gesteld. Namelijk ja, ik denk dat je het op papier kan je dat allemaal handhaven, maar voor een pitchfork menigte maakt het uiteindelijk niks uit. En, Nee, zo, ja. Maar goed, dan moeten er echt heel veel mensen
Ja, klopt. Maar dan moet het echt... moet het goed misgaan. Maar ja, ik denk dan, als er inderdaad een 800.000 mensen gewoon ernstig ziek worden en zich zwaar genaaid voelen, ja oké, okay, dan... En dat, volgens mij gaat dat een keer gebeuren, want ik hoor nou al van medicijnenfabrikanten, die zeiden van ja, die emergency authorization, dat willen wij ook, want wij zitten met een bedrijf die medicijn zit te ontwikkelen, en waarom zouden wij 10 jaar moeten wachten voordat we goedgekeurd zijn en daar een miljard aan uitgeven? Wij willen ook die... En, dan, en die overheden kunnen dan bijna... Gevallen. Niet... Ja, dus... Zet het maar op de A-lijst, wat het ook maar is. Ja, ja. Ingegroeide teennagel op de A-lijst. Ja, idee. Ja, ik denk dat inderdaad binnen no time is alles een noodgeval. En krijgt alles emergency authorization. En dat stevend natuurlijk af op een enorme mislukking. Want die verkopers van Pfizer die zeggen van ja, hoor eens, wij zijn nergens aansprakelijk voor. We hebben hier een nieuw product dat mogelijk zou kunnen werken. Ja, misschien heeft het bijwerkingen. Who cares? Ship it. Dus er wordt niks meer getest. Want waarvoor zou je nog testen als je toch geen aansprakelijkheid hebt? En ik denk dat dat stevend een keer af op een enorme blunder. Of ja, ja of het nou ja, bewust is of onbewust. Officieel zijn de mensen die zeg maar een prik zetten en jou niet volledig informeren. Die zijn eigenlijk verantwoordelijk. Ja, ik geloof dat ze dan die verantwoordelijkheid heel laag neerleggen. Hè? Van de zuster die de inenting geeft, die is dan verantwoordelijk. Ja, het is ook wat die op een gegeven moment hadden ze zo'n rechtszaak. De vraag was van ja, oké, dit is eigenlijk geen vaccin, maar het is geen therapie. Het valt in een andere categorie. Het is dan ook nog tijdelijk goedgekeurd, of toegestaan. Het is dus niet goedgekeurd, maar het zit er in onderzoek van. Dus dus viruswaarheid had het al van, nou, oké, het is eigenlijk experimentele gentherapie. En toen zeiden ze van, ja, dat is eigenlijk wel waar. Maar, en dan gaven ze ook wel gelijk in. Maar die rechter zei op een gegeven moment, ja, het mag wel vaccins genoemd worden. Omdat het volk doet het nou helemaal. Wie zegt dat de hele tijd? Dus hij deed het voorkomen of de overheid continu had gezegd, ja, het is gentherapie En het is een heel lastig woord. En op een gegeven moment is het volk maar gezegd. Nee, joh, ja, vaccin. En in de staatscourant. Ja, oké, okay, dan. Goed, dan mag het wel vaccin heten, weet je wel. Maar de definitie in het woordenboek is ook aangepast. Hè? Ik geloof dat Merriam-Webster was. Maar de definitie van een vaccin was eigenlijk een stof die met verzwakte ziekteverwerkers. Die een immuunreactie tot gevolg hebben. Maar het is nu veranderd naar het inenten met verzwakte ziekteverwekkers is verwijderd. Omdat dat zit natuurlijk niet in die mRNA-vaccins. Dus dat hebben ze eruit gehaald. Net zoals groepsimmuniteit, dat kan tegenwoordig alleen nog maar door vaccins. Dat is er ook uitgehaald. Dus een heleboel definities zijn er veranderd. En dan kan je zeggen, ja, we passen ons gewoon aan het volk, want dat is nou de nieuwe situatie. Ja. Dus groter als. Als mensen heel vaak groter als zeggen, in plaats van groter dan passen wij het ook gewoon aan. Ja, het is in dit geval nog niet gebeurd, want als je gaat vragen van gentherapie, dan kijken ze raar aan. Dat is niet waar ze mee om hun oren worden geslagen. En dat het volk uiteindelijk gewoon zo eigenwijs was om het in maar over vaccins te hebben. Ja, kost niet duur, maar is goedkoop, is nog steeds niet correct. Want iedereen dat wel zegt. Ja, dat klopt. Als je bijvoorbeeld geen aannemerspapieren hebt, dan heb je een aannemingsbureau. Nou, dan kom je er niet meer weg met van, meneer de rechter, iedereen zei gewoon aannemer, hoor. Want in de volksmond was ik gewoon een aannemer. Ja, dan niet, hè? Nee. Heel selectief, ja. Ja, maar goed, ja, ik ga nog verder met de berichten trouwens. Ik had, even kijken, ja, hoe hebben we dan dit knopje weer? Hartstikke idee, dat was deze, ja. Even kijken, politie pakt man op die opriep om tot 50 kilometer per uur te rijden op de snelweg bij Utrecht. Mag dat niet? Ja, nee, ze hebben nou, zeg maar... Eerst was het natuurlijk te hard rijden, was een bron van inkomsten. Maar nu
te zacht rijden dus ook. Als je 50 kilometer op de, per uur op de snelweg rijdt. Nou is het geloof ik wettelijk ook. Zijn de regels van de dief die de wegen heeft gemaakt. Die zijn minimaal 80, dacht ik. Maar ja, op zich kan je daar niet aan houden. Als je in de file staat en je rijdt niet harder dan 80. Dan word je ook niet beboet, lijkt mij. Was het een aanleiding van Waku Waku? Protestactie geloof ik, ja. Ja, het was een protestactie inderdaad. Maar het oproepen tot een protestactie, dat is al voldoende om je het op te pakken, kennelijk. Dat zal wel inderdaad ingevoerd zijn na die actie met die, van die boeren met die tractoren. Met tractoren, weet je wel. Gingen toen ook langzaam rijden op de weg, weet je nog? Ja, dat is dan lastig ook met die Sinterklaasactie. Van Dokkum was die Sinterklaas in tocht. Dat ze allemaal langzaam rijden op de afsluitdijk. Er zijn ook flinke straffen uitgedeeld toen. Ja? Moest er zelfs een DNA afstaan, geloof ik. Ja, dat doen ze heel makkelijk tegenwoordig, hè? Ja. Wat wel apart is, dat hierbij ook dat deze man gewoon... Er is vandaag op een aantal momenten al telefonisch contact geweest tussen cliënt en de politie. Dus waarom cliënt door twee auto's? Dus hij had... De cliënt van deze advocaat, dus degene die dat had georganiseerd, die had al een paar keer contact gehad met de politie. En dus hij wordt door twee auto's op de snelweg klem gezet en geboeid afgevoerd. Wat natuurlijk vreemd is, want dat is een directe blokkering van het snelwegverkeer. Als je me gewoon op de snelweg klem zet met twee auto's, dan blokkeer je dus gewoon de hele snelweg. Dus eigenlijk is het, de man wilde de snelweg blokkeren en de politie heeft gewoon geregeld dat hij de snelweg heeft geblokkeerd. Ja. Overigens reageerde Josje nog in de chat met een, volgens mij een smiley. Oké. Okay. Josje, als je nog bij wil komen, joh, je kan er nog bij komen hoor. Ja. Ja, inderdaad, ja, het is... Ja, goed. Dus misschien moet het gewoon met z'n allen doen, weet je wel. Dan maakt het pas impact of zo. Ja, ik heb het idee dat niks rationeels meer indruk maakt. Het is een beetje wat die Matthias de Smet zegt, die professor, die Belgische professor. Die zegt, ja, het is een mass formation, dus een massapsychose. En dan heb je gewoon 30% mensen zeggen helemaal gehypnotiseerd. Die zijn gewoon niet meer te bereiken. Dan heb je 40% meelopers die denken van, nou ik zie wel hoe de wind waait. Ik ga hier niet tegenin. 70% heb je dan bij elkaar. En dan heb je 30% die er tegenin gaat. Die zijn meestal heel verdeeld. En hij vergelijkt dan tussen dus al die massavormingen van Hitler, Duitsland en na Stalin en Mao. En al dat soort massale psychoses eigenlijk. En... Ja, wat ik wel interessant vond, hij zegt dan ook dat ontstaat alleen als er al een heel groot gevoel van onvrede heerst daarvoor. Dus mensen die hebben eigenlijk het idee van ik zit een beetje in een bullshit job en mijn leven gaat nergens naartoe. Ik vervul geen zinvolle functie meer, wat je natuurlijk krijgt als je een hele hoop overheidsbanen hebt. En dan komt er iemand en er doet zich een crisis voor en die zegt ja, we gaan naar het nieuwe normaal toe. Dan zeggen die mensen van, nou, ik had een ontzettende hekel aan het oude normaal, dus kom op met dat nieuwe normaal. En als jij dan met rationele argumenten gaat proberen ze terug te praten naar het oude normaal, dan lukt dat niet. Want ze hebben gewoon geen zin meer in het oude normaal. Ze willen gewoon, wilden ze juist uit weg. En dan merk je dat inderdaad gewoon argumenteren of appelleren aan gezond verstand, dat heeft gewoon geen enkel effect. Ik zit daar hier weer te kijken, een berichtje uit het begin van die pandemie, dat was een Volkskrant. Zonder mondkapje reizen met het OV is vanaf 1 juni verboden. Maar niet elk mondkapje is toegestaan. Wie vanaf de datum in de trein of bus wordt aangetroffen met een medisch mondkapje, voorzien van een CE-keurmerk, dat helpt tegen besmettingen, kan worden beboet. Alleen niet-medische mondkapjes die geen vorm van bescherming geven, zijn toegestaan. En niet alleen toegestaan, ze zijn verplicht. Dus die niet werkende dingen zijn verplicht en de werkende dingen zijn verboden. Als je hier eenmaal mee wegkomt, Dan is het gewoon duidelijk dat mensen gewoon helemaal in een psychose zitten, in een hypnose. Ze zijn niet meer te bereiken met rationele argumenten. Je komt er gewoon niet meer bij. Tenminste niet bij die 30% die helemaal gehypnotiseerd is. Misschien nog wel die 40% meelopers. Die zou je nog kunnen bereiken. Maar ja,
Ja, maar zijn het niet vooral meelopers? Want 30%, het lijkt me veel dat er veel mensen, 30% die nog in een psychose zitten, dat het allemaal zo verschrikkelijk is. Nou, ja, ik zit op een club, Toastmasters Club, waar je leert spreken in het openbaar. En ik hoorde, en er zijn dan 20 man of zo, man, vrouw, immens, transgenders ook, weet ik veel. En er was een enquête geweest, want het was natuurlijk allemaal opgeschort, want we konden niet bij elkaar komen. En nou was er de vraag van, ja, we gaan weer locatie zoeken. En wat vinden jullie ervan? Is het een probleem, een QR-code? Is het een probleem als er geen QR-code is? Dan zijn er toch 6 mensen die zeggen, ik wil dat er QR-codes gescand worden. Ik wil niet dat er mensen binnenkomen zonder QR-code. Dus eigenlijk die niet gevaccineerd zijn. Dat zijn 6 van de 20. Dus dat zou ongeveer een derde zijn. Die inderdaad gevaccineerd is waarschijnlijk. Maar als de dood is. Voor niet gevaccineerden. Ja. Ik vraag me af. Hoe moet je dan bij je volle verstand dan. Dat kunnen verdedigen. Weet je wel. Oh, ja, ja het, dit is ook helemaal niet meer logisch. Maar. Ja, die mensen bereikt het niet meer. Die zijn gewoon een soort in paniek. En dan, ja, hypnotiseerd. En het is nou echt, de machthebbers kunnen echt alles verkopen. Nou, ze kunnen zeggen mondkapjes hoeven niet meer. Morgen kunnen ze zeggen 6 mondkapjes. Overmorgen kunnen ze zeggen 3 mondkapjes. Mm. Die groep mensen, die gaat gewoon overal in mee. Ik sprak laatst nog zo'n vrouwtje toevallig. Die had dan een mondkap bijna over het hele gezicht heen. Iemand anders die had met een. Ik sprak zelf niet, maar ik hoorde iemand zelf zeggen: waarom heb je die mondkap toch op? Dus ja, maar ik ben niet gevaccineerd. Oké. Ja, maar als ik naar de supermarkt keek, dan zag je toch toen het afgeschaft werd. Toen, ja, toen was 99% had hem niet meer op. Dat zijn dus ook mensen die toen ze hem op hadden. Dan ook al niet meer in geloofde. Want anders kun je vrijwillig opzetten. Als je denkt dat het je beschermt. Maar ze waren allemaal af. Ik heb laatst wel in dat Westfield Mall in Leidschendam. Dat was zo fucking druk daar. En ook mensen waarvan ik dacht van. Ik wil die gevaccineerde lucht niet inademen. dat kan ook nog, ja. Toen heb ik heb wel een mondkapje opgedaan daar. En ik zat natuurlijk wel zo van, ja, is het zinloos? Maar ik heb hele goede mondkapjes eigenlijk. Dus, en ik vond het iets te risicovol om in zo'n vochtige ruimte vol van die hijgende gevaccineerde mensen om daar rond te lopen. Dus ik heb het wel gedaan. En ook, ik schaamde me ook niet voor. En er waren ook wel meer mensen die het deden. Dus ik vond het op dat moment het beste. Ik hoor een enorme bak ruis, maar Yoshi zegt ja, joh, dat is Yoshi. Ja. Ik zal even mijn lampje aandoen. Is dit beter? Ja, de ruis gaat in één keer weg. Ja. Dus, hij staat nog op manual. Nee, op automatisch denk ik, je mic. Dan gaat hij heel veel geluid opzuigen als je niks zegt. Maar, die fan niet erg. We vinden het leuk dat je er bent, Yoshi. Is het zomaar beter, Johan? Ja, ik hoor je goed, ja. Okay. Dus had je nog wat binnengekregen naar aanleiding van de QR-codes? Ja, ik had nog Bitcoin Cash. Maar ja, die zijn tegenwoordig, wat is het nog, hè, die Bitcoin Cash? Die moet nog stijgen, ja. Nee. Ik had er bij de QR kunnen zetten voor Shiba Inu. ik had meer Bitcoin Cash dan dat ik levensjaren heb. Dus dat is hartstikke leuk. Het was weer een succesvol idee, Johan. Dat had je weer hartstikke goed bedacht. Ja. Nee, ik wilde net nog schreeuwen, hou je mondkap, maar ik denk van, laat het, doe maar niet. Nee, leuk dat je er bent, Yoshi. Ik heb visite uit Nederland. Oké, leuk. Ja. Ken je iemand die vraagt zich af, hebben we al geprobeerd om een politicus in een vulkaan te gooien om het virus goed gezin te maken. Ja, ik geloof er gewoon in. Laten we het gewoon proberen. Baat het niet, of schaadt het niet. Ik heb nog een nieuwtje, Johan. Ik zal het even delen in Twitch. De e-gulden staat op 45 cent. Wow, jezus. Euro's. Ja. Dus, is dat die ene scammer die we toen voor de gein... Ja, het is allemaal scam, Johan. Ik zou het niet te serieus nemen. Het is allemaal nepnieuws.
Die ene die zich voordeed als Didi. Ja, die had een hoop accounts, hè. Ja, die had ik toen, die ging met mij lullen. En ik had toen gezegd van... ik had hem in een scam proberen te... Nee, wat had ik gezegd? Nou, dat maakt ook niet meer uit. Ik had voor de gein gezegd van... ik deed net of hij Didi was. Ik zeg, hey Didi, doe je mee aan die pump and dump met de e-gulden? Ja, maar die sprak Duits. Ja, ja, deze die begon met hallo mister. Toen wist ik al meteen dat het niet Didi Tahutu was. Maar goed. Maar misschien met een e-gulden op 45 cent dat ik ook een paar scam Yoshi-lifo's rondkrijg. Ja. Ik ga je e-gulden verdubbelen, mensen. Ja. Maar goed, ja, we gaan nog even verder met de berichten. Even kijken, de Volkskrant. Oh, dan moeten we hier even de fabeltjeskrant erbij natuurlijk. Hè. Wat een ziek idee. Oh, dat is die andere, deze. Kom. Hey, hè? Hallo, welke knop? Wat is deze knop? Ja, ja, de fabeltjeskrant. Hoppa. Ja, even kijken, want Wopke Hoekstra, ja, die is echt best wel libertarisch bezig, hè? Zijn belastingconstructies. Ja, die Betwan, bij Twan aangeschaft hebben. Ja. Maar belastingontwijking Facebook dan niet kreeg. Nee. Zit diep van binnen bij Wopke zit gewoon een libertariër. Even om de luisteraar uit te leggen die geen flauw idee heeft waar het over gaat. Wopke Hoekstra maakte gebruik van een brievenbusfirma op Britse Maagdeneilanden. Dus ja, dit kwam waarschijnlijk door de Paradise Papers aan het licht. Ik denk het, ja. Dit, heeft hij dat nog net op tijd kunnen frontrunnen? Dat hij wist dat er aan zat te komen, dat hij nog even zelf naar buiten kon brengen. Maar ja, het gaat op een dag van 26.500 euro in een safari aanbieder in Oost-Afrika. Het is ook niet... Van Haga ging daar heel giftig op in. Hè? Die ging dit helemaal uitlichten van kijk eens hoe verschrikkelijk dit allemaal is dat dit gebeurt. Ja, het rare is ook dat er was een Poolse politicus. En die zei we moeten hier de vloot op afsturen op dit soort belastingontduiking. En de vloot, de zilvervloot. Ja, ik vraag me af welke vloot hij over heeft. Maar het rare is, je hoeft de vloot er niet op af te sturen, want het zijn allemaal je eigen politici en zo. Het zijn wie stond er? De grootste foto, die was geloof ik van die, hoe heet die, Britse Tony Blair. Je hoeft de vloot toch niet op Tony Blair af te sturen dan. Het zit allemaal in je eigen gelederen, de meeste van die politici in ieder geval. En hier heb je natuurlijk, er zit natuurlijk een verschil tussen mensen die hun gestolen geld proberen te verbergen, zoals Wopke Hoekstra. En mensen die hun verdiende geld proberen te beschermen tegen confiscatie. Zoals Shakira. Ja, die staat er ook bij. Maar het rare is dat mensen gewoon ontzettend boos worden. Want hij zegt bijvoorbeeld, hij heeft het rendement van 4800 euro aan een goed doel gegeven. Hij is het wel vreemd dat je overigens 4800 euro rendement hebt. Dat is van 26.500. Ja, dat is toch aanzienlijk. Dat is een vijfde of zo. En dan kan u weer van de belasting aftrekken. Het is een achtelijk hoog rendement, dat wil ik maar even zeggen. Vandaag de dag. Ik vind het allemaal wel meevallen. Ja, hey, vergeleken met e-gulders niet natuurlijk. Ik maar heb vergeleken gewoon, bij treasury notes of zo. Ik heb in december heb ik nog Doge gekocht. Dan kocht je er 300 voor een euro. Ja. Nou, en binnen een paar maanden verkoop je het voor 70 cent per stuk. Ja, maar als we het even hebben over de... Een week geleden kocht ik Shiba Inu. Oh ja, en toen biedt Elon Musk erover daarna. Ja, gewoon wachten tot Elon Musk erover tweet. Ja, het is jammer dat hij geen Nederlands spreekt. Dan is de kans voor de e-gulden iets kleiner. Ja. Hoe dan ook, er zijn mensen die zeggen, ja, het maakt niet uit dat hij het aan een goed doel gaf. Nou, is een goed doel is natuurlijk betrekkelijk, want het kan best zijn dat hij het aan mondkapjes gaf voor Siebert of zo, hè. Dat, is dan een goed doel. Oh, nou, dit hebben we naar kankeronderzoek. Maar ja, het kan allemaal weer terugvloeien via allerlei. Gewoon naar Big Pharma. Hij heeft gewoon naar Big Pharma. Ja, Pfizer of zo. Kankeronderzoek. Maar ik zag mensen die waren helemaal witte. Het maakt niet uit dat je dan een goed doel gegeven hebt. En de schandalen. Want het raar is, zij willen dan dat het naar de overheid gaat.
En die, omdat hij het aan goede doelen uitgeeft. En nou geeft hij het direct aan een goed doel uit. En dat is dan de bank. Ja, dat is schandalig, vreselijk. Ja, dat kan net zo schandalig zijn overigens. Maar minder, het is waarschijnlijk een beter doel dan de overheid. Ja, kijk, ik denk dat kankeronderzoek, die gaan er tenminste geen bommen van bovenop Syrië gooien. Of een oorlog aan Afghanistan. Een mRNA-medicijn tegen kanker. Van. Ja. Dat kan wel. Dat kan minstens even dodelijk zijn, maar ja. Ja. Ze kopen een overheid om mensen in de lockdown te krijgen. Ja. Je weet het niet. Maar jongens, we gaan nog eventjes door met politici en hun, hoe ze met hun eigen centjes omgaan. Dit is kennelijk door Greenwald naar buiten gebracht. Nancy Pelosi, die, even kijken hoor. Dit was al lang bekend overigens dit, hè? Ja. Ik weet niet of dit hierin genoemd is, ook bij onze, bij Vrijheid Radio, maar... Er is zo'n TikTok-groep, hebben wij dat? Had ik hierbij gedaan. Greenwald, Pelosi, making millions trading on companies she is regulating. Nou ja, dat was inderdaad al bekend. En had ik het, wat ik erbij had, was deze. Inderdaad, van die TikTokkers, die beursanalisten op TikTok. Ja, nou ja, niet beursanalisten, maar die... Zeggen dus gewoon, dit heeft net, want die, ze moeten wel in. Het is een public disclosure van alle posities die zij in hebben. Dus zij moeten publiceren wat ze doen. En dat publiceren, die gasten op TikTok dan vervolgens. En als je dat volgt, dan, en je bent op tijd dan zeggen die, zij pump en dumpt de bedrijf door haar regulering. Want als zij positief is over een bedrijf, gaat het omhoog. Is ze negatief, gaat het omlaag. En als jij het net van tevoren weet, nou, ze handelt er dus zelf in. Ik geloof dat haar man dat dan doet. Maar dat is precies wat wij altijd krijgen op bedrijven over met die verplichte cursussen, die bullshit cursussen van... Ja, denk maar niet dat je partner kan handelen op jouw voorkennis en dat ze er niet achter komen. De zware straffen die zijn, en dan zie je al een plaatje van iemand in de handboeien. Ondertussen vinden dit soort dingen gewoon plaats. Hè. Man koopt een heleboel Facebook-aandelen en mevrouw Pelosi geeft ze een enorme subsidie. Of een, Die hekt even alle paswoorden. Ja, ik weet niet, die had, het, die had ja, dat inderdaad een subsidie gegeven, maar die reguleert dat dan. Dus ja. Dat is natuurlijk een ontzettend conflict of interest. Maar ja, ze zijn allemaal schathemeltje rijk van vaag salaris. Dus ja, zo werkt het daar gewoon. Nou, het is wel leuk dat het nou met een TikTok aan... Dus mensen zijn die er geld mee verdienen. En ja, maar het probleem is denk ik met dit proberen te frontrunnen dat je pas laat informatie krijgt over wat haar posities zijn of zijn posities. Ja, dus dan ben je al eigenlijk te laat, denk ik. Ik denk wel dat nu het op Newsmax staat, dat de volgende call een hoger risicogas zal geven. Nu is het exposed. Ja. Dus nou kan de volgende wel eens een keer slecht zijn. Ja, dat was natuurlijk al, het was al eerder bekend. Jan Mark. Ja, ik haal even wat te drinken, want het heet Café Libertaria. We horen het allemaal. Ja, ik ben hier gewoon helemaal aan het droog lopen. We horen ook de plop dat je ontkurkte. Het is wel een beetje een hengstenbal in het café, trouwens. Waar is de nieuwe Ayn Rand eigenlijk? En dat heb je natuurlijk ook, dat hengstenbal, als je dan naar die speciale elite club gaat, waar alleen mensen met een crypto NFT crypto ape naar binnen mogen, dan denk ik dat je daar ook heel weinig vrouwen aantreft. Ja, of juist wel hoor. Yoshi is onzijdig, hè, maar die legt wel eieren. Dus ik weet niet of je daar wat mee kan. Yoshi dus, Peter, jij zegt het is niet zo'n goede versierdruk om te zeggen van wil jij mij NFT zien?
Die gelijk een klap in je bek krijgt. Ik merk wel hoe hoger de bitcoin gaat, hoe meer vrouwen bij de LP komen. Dus, ja, maar die mogen niet clubben, want die hebben geen crypto-ape. Nee, vrouwen mogen altijd naar binnen hoor. Dat, zolang de man maar een crypto-ape heeft. Ja. Send me een NFT pic. Maar even kijken, Rusland. Ja, dat is natuurlijk niet waar. Rusland doet helemaal niks natuurlijk. Dat is een land, maar dat zal Poetin wel zijn. Even kijken. Poetin threatens YouTube ban for deleting RT channels. Dus ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar RT is geband op YouTube. Ja. Ja, nu hebben ze toch in Rusland, of nee, was het ook alweer? Ze hadden nu gedreigd om YouTube te bannen in Rusland. Ja, dat is een bericht. Als represaille heel YouTube te bannen. Dat is ook alweer 2 weken geleden. Hoe lang is dit geschreven? Ja, ik wist niet dat de RT inderdaad geleden helemaal geband was, joh. Is dat alleen RT UK of... Dat is op mijn verjaardag, 29 september. Nee hoor, ik zie RT nog steeds op YouTube staan. Dat is zeker RT UK dan. Of RT Russia ja, misschien. Nou gaan ze duizenden van die RT's oprichten. Die allemaal één filmpje posten. Nou, RT heeft meerdere kanalen. Het ging om een aantal kanalen van RT. Dus, ja. Het ging om dat ze dan misinformatie zouden spreiden. Ja. Oh, wat origineel. Ja. Misinformatie. Misinformatie, ja. Het is altijd belachelijk dat er dan wordt gezegd... ja, maar het is state-owned media. En hier hebben we dan de BBC. Dit is dan de BBC die dit nieuws brengt. Natuurlijk, die Rijnse state-owned media en... Uiteindelijk zou ik willen zeggen dat al die media zijn state-owned. Want als je BNR, dat zijn ook BNR, belastingdiefstal spotje uitzendt, dan worden ze ook op het matje geroepen. En dan zeggen ze, ja, hey, jullie willen je licentie behouden, reclamecodecommissie, weg met die reclame. Ja, klopt. Ja. Inderdaad, ja. Nou ja, wat ik wel vind is dat je dan YouTube moet verbannen, dat vind ik ook niet, natuurlijk niet goed natuurlijk. Hè. Dus, Nee. Ik heb gehoord van mensen die bij RT zitten, die Max Keizer, die heeft wel zo'n etentje met Adam Curry gehad. En Adam Curry die zei dat Max Keizer beweerde eigenlijk dat hij voor een hoop media gewerkt heeft. Maar dat RT bijvoorbeeld geen voorinterviews doen. En al die andere grote Amerikaanse media, die doen voorinterviews. Zodat ze een beetje weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. En dan pas kom jij erop of je wordt gewoon weggecensureerd. RT doet geen voorinterviews. Dus hij zegt eigenlijk is het veel opener dan de Amerikaanse media. Veel rechten door zee. Dus, ja. En ik denk, ja, je moet gewoon weten van tot waar je ze kunt vertrouwen. Nou, ik moet zeggen, over het algemeen vind ik ze, ja, ik volg het ook wel een beetje, vind ik ze over de vijand, over Amerika dan, zeg maar, over de Westen, vind ik ze wel goede informatie hebben, wat je moeilijk ergens anders kan krijgen. En andersom kan je zeggen van, ja, de Westerse media, als je die raadpleegt over Rusland, dan klopt er vaak geen bal van met het rapport dat Trump in 2 prostituees in het bed had laten plassen van waar Obama in geslapen had. En die het hele verhaal over die zogenaamde moorden met dat rare gif op die ex-geheimagenten, Russische geheimagenten, die zogenaamd in Londen zouden zijn vermoord door Russische geheime dienst met dat speciale gif. Dat speciale gif dat alleen maar te herleiden viel naar een Russisch laboratorium uit de Sovjet-tijd. Zo, als jij, je gaat als Russische geheime dienst ga je iemand vermoorden, dan ga je daar een gif voor nemen wat gewoon duidelijk herleidbaar is naar jou. En het rare was dat ook nadat ze met dat gif in aanraking gekomen waren, dat normaal je gelijk zou dood neervallen.
waren ze nog een biertje gaan drinken en daarna waren ze pas ziek geworden. Dat is ook Alexander allemaal... Litvinenko. Ja, die was dat degene die zo'n die had zijn huidziekte gekregen of niet? Of was dat, Ja, die was vergiftigd in Londen in 2006. Ja, ik weet niet of het die was. Hoe heette dat gif? Radiation poisoning, ja. Nee, dat is polonium. Ja, dat is ook een beetje een raar verhaal. Poison. Ik zal er even nog op doen. Maar ja, ik krijg je Wikipedia, hè. Oh jee, maar nou krijgen wij het verwijt dat wij ook door Rusland betaald worden. Ja, natuurlijk. Eerst kreeg het verwijt dat we door... die Skripals was het... Daarom dat die E-gulden op de 45 cent staat. Eerst kreeg het verwijt... Vader en dochter Skripal. Die waren dan verpoisoned door... even kijken, Novichok. Novichok. En dat was dan, dat is een gif wat een nerve agent wat helemaal uit in Rusland gemaakt werd tussen 1971 en 1993. Dat je echt zeker weet dat het door Russen gedaan is, de aanslag. Zeg. Ja. Maar ik bedoel, dat soort verhalen krijg je dan in westerse media te horen. En daarvan zie je in alternatieve media, die blaast daar gelijk enorme gaten in. Terwijl, van de andere kant, ja, RT kan je ook wel eens een beetje een gat in blazen. Maar ik heb ze nog nooit dit soort ongecontroleerde onzin horen verkondigen. Ja. Ik volg ze ook niet allemaal. Ik lees ook maar af en toe wat natuurlijk. Het kan best zijn dat er wel wat te vinden is. Ja, er zit ook wel eens af en toe wat libertariërs op RT. Hè? Ben Swan is er daar wel eens te zien. Swan is er wel eens geweest. Swan ook, ja. Nee, maar Ben Swan die wordt wel eens bij een bepaalde show als sidekick erbij gehaald. Ja. En even kijken hoor, Adam Kokas heeft vroeger nog een show gehad op Adam vs. The Man. Zat in het begin op RT, denk 10 jaar geleden. Ben ik ook nog een keer op geweest. Jij? Ja, met die ene, dat was vorig jaar, 1 jaar geleden. Bij RT? Het was hij eigenlijk bij mij te gast, maar ik zat ook nog in zijn aftershow. Oh, jij was bij Adam Kokas bedoel je? Oké. Ja, toen kwam hij bij mij in de show, maar dat was op het eind van zijn show. Dus overlapte elkaar. Maar toen zat hij niet meer op RT hoor. Volgens mij in 2012 is hij daar weggegaan, geloof ik. Ja. Want, goed. Maar we wijden een beetje af. We gaan even naar het volgende bericht toe. Even kijken, dan gaan we even naar de Dam toe, waar ik ook was. Hoe was het, Johan? Ah, gezellig. Ja, het was een beetje nat. Een beetje nat, maar het was te doen. Okay. Het was een man met een galg. Ja. Oh ja. Een man met een galg, ja. Ik heb het live gezien. Live heb ik het gezien. Ja, ik heb de galg niet gezien. Ja, misschien dat ik hem wel gezien had, maar het is me niet opgevallen. Maar, het is mij totaal niet als chockerend overgekomen. Ik was live vanuit Liberland aan het kijken. Oké. En ik zag dat ze naar die... Want de verbinding op Facebook was niet zo goed. Want ze waren waarschijnlijk al bezig om die hele boel te hacken daar natuurlijk. Ja, viel mee. Het was allemaal heel gemoedelijk. Nee, op Facebook was de verbinding niet zo goed. Oh, dat bedoel je. Ja. En toen werd die vent net geïnterviewd. Oh, oké. Ja. En nou, zei dus inderdaad, toen zei die interviewer, zei... Het lijkt net alsof dat u zichzelf nou gaat vermoorden met die gallen. Hij zegt, oh ja, vind je dat? Hij zegt, nou, ik sta hier omdat ik vind dat wij allemaal zitten te wachten totdat de overheid ons... het paard onder onze reet vandaan schopt. Ja, ik zal zo het fragment laten horen. In ieder geval, de mensen die zichzelf heel graag gekwetst willen voelen, die zagen er allemaal andere dingen in. Dus onder andere Hugo de Jong moest eraan bungelen of zo. Ja. Dat zei iemand op Twitter. Ja. Ja. Ja, na een hele proces, waarom niet? Als de rechter het vindt. Ja, er wordt inderdaad gesproken over Nuremberg Tribunaal 2.0. En in 1946 gebruikten ze volgens mij ook de schop. Ja, je kunt het moderniseren, maar...
aan zo'n helikopter. De zijn nog lang niet opgeruid. Dus, net als de Taliban aan zo'n helikopter, vind ik wel wat eigenlijk. Dat heeft wel wat. Dan heeft iedereen er ook plezier van. De MSM was er wel heel blij mee met die gallig, want die raakte er niet over uit te praten. Ja, maar dat is dus het hele verhaal, hè. Want dan wordt er verontwaardigd gedaan over een soort oproep tot geweld. Dat is het hele trucje is nou langzamerhand zo bekend van die media, hoe ze dit aanpakken. Ze zoeken gewoon een hele zaak af tot ze één iemand met zoiets, een gallig zien rijden. Nou, dan is dat de focal point. Dus het zijn allemaal mensen die willen iedereen ophangen. En dan staat er van die zinnetjes bij van, moeten we dat wel willen met z'n allen, dit soort. Is dat het nieuwe normaal? Moet je dat accepteren? Terwijl de politie die ramt gewoon met wapenstokken demonstranten in elkaar, terwijl ze door honden uit elkaar gedreven worden. Die spuit met waterkanonnen meisjes tegen een betonnen muur aan, zodat ze een schedelfractuur hebben. Dan zegt de media niet, nou, moeten we dit wel, is dit nou nieuwe normaal? Is dat nou hoe we met elkaar omgaan? Dan moeten we dit wel willen met z'n allen? Nee, iemand die met een galg rondrijdt op een demonstratie, daarvan raken ze dan hun onderbroek in de knoop. Dat is gewoon het hele hypocriete, maar mensen hebben het over het algemeen niet door. Als je het maar vaak genoeg herhaalt, dan weten zij het idee te vestigen dat het zijn allemaal mensen die geweld willen. Ja, het is pure fothef, maar ik zag een fragment uit Umberto Tan, dat deelde via Zwaarheid. En hoe ze dat dan doen, is dan hebben ze zo'n talkshow en dan willen ze toch nog iets van een debat. En hoe doen ze dat dan? Dan hebben ze Twan Huis, die is dan, dat is de Voice of Reason. En dat is al heel erg. En aan de andere kant zit er iemand die is dan iets heavier, dat is dan die Schimmelpanic. En die start dan en die zegt van, ja goed, die mensen die demonstreren, die zijn gewoon helemaal gek geworden. Dat begint hij mee. En ze zijn ook gevaarlijk, gevaarlijk voor de volksgezondheid. En wij moeten dit soort demonstraties, die moeten we eigenlijk gewoon gaan verbieden, want ze ondermijnen de democratie. Dan begint het mee, dan komt Twan Huis en die zegt dan van, dat verbieden van die demonstraties, ja, dat ben ik toch niet echt. Je hebt wel gelijk hoor, je hebt wel gelijk in alles. Maar dat verbieden, dat zie ik nog niet zo zitten. Maar het is wel zo, het is wel gevaarlijk. En dan noemt hij dan uit Amerika. Ja, want januari 6, toen had je de bestorming van het Capitool. Ja, dat is ook zo. Dat is precies zo. En er wordt in Amerika wordt het al gezien als een false flag. Want jij hebt al die beelden. Dus die poorten worden opengezet. En die agenten tegenaan. Kom maar binnen. Het is gezellig hier. Maar heel veel Nederlanders die weten dat niet. Dus dat is ook echt heel. Maar vooral niet hebben waarom die mensen dan het Capitool wouden bestormen. Weet je wel. Dus daar ga je niet over hebben. Dat de verkiezingen. Rigged waren. En je wil het ook niet hebben over waarom die mensen nou zo gek zijn op die demo. Gewoon niet op die inhoud hebben. Maar dan komt Schimmelpanic werken en die zegt van ja, weet je, ze hebben ook zo'n verschrikkelijke leider. En die is ook gek trouwens. En levensgevaarlijk, want die heeft een afwijkende mening over tripjes. En wat ook heel erg is, is hij krijgt overal een podium. Hij krijgt bij talkshows, ook zo'n talkshow als deze, krijgt hij een podium. En zegt hij, ben het dan, hij ziet het nooit geweest. goed, talkshows, net zoals dit, weet je wel. En goed. Dan uiteindelijk zegt Simon Panic dan, demo's bieden, het is wel het beste, maar het is een beetje lastig te realiseren, het is praktisch moeilijk. Nou, dan is iedereen het met me eens, dan is een prachtig debat gehad. Ik wil eigenlijk niet meer kijken, maar het opzetje is heel duidelijk. Het is gewoon altijd hetzelfde of het nou januari 6 in de Capitoolbestorming was of dit. Ze negeren compleet het massale geweld aan de andere kant. En dan is er iemand die tegen een prullenbak aanschopt en dat laten ze dan in slow motion 30.000 keer herhaald zien. En dat is dan het bewijs. Ik vind het ook al wel wat dat je zegt van, we moeten demonstraties gewoon gaan verbieden. Want hij zei ook van, we hebben dat geluid al, we hebben het al zo vaak gehoord van die gekken.
die wappies, moeten de demonstraties vermieden om te zorgen dat de democratie niet wordt ondermijnd. Nou, eigenlijk, ze hebben de referenda ook verboden om te voorkomen dat de democratie werd ondermijnd. Dus, want de referenda kwam niet uit wat D66 wilde. Dus, ja. Nee. Volgens mij moet Schimmel Penning nog een keer een woordenboek lezen wat democratie betekent. Maar ja, misschien hebben ze dat ook weer aangepast. Hè? Dat democratie is dat je alleen maar doet wat de leider zegt of zo. Dat er tegenwoordig in staat. Maar die Willem Engel, die wordt eigenlijk verbazendwekkend weinig uitgenodigd. Want als ze hem hadden nodig, dan was hij ook geweest. Dan was hij gekomen. Want hij komt altijd dus praten. Maar ze willen zo graag over hem praten. Je bedoelt de dansleraar. Ja, oh, sorry, ja, de dansleraar. Ja. Dat vind ik ook zo mooi. Van, je wil graag het naar een ad hominem discussie trekken. En dan heb je één probleem. Dan heb je een universitair opgeleide biochemicus die 6 jaar in laboratoria heeft gewerkt. Ja, hoe krijg je het dan nog in het ad hominem sfeertje? Nou, hij heeft ook dansles gegeven. Dat is het. Ja. Nee, dan is hij een dansleraar gewoon. Hij vervangt ook wel eens een toiletrolletje op zijn toilet. Nou, de toiletrollen, de verwisselaar. Die houdt hij ook van postzegel verzamelen. En wat weet je, postzegel verzamelen nou van virussen, weet je. En aan de andere kant hebben we Bill Gates, de medisch-biologisch deskundige op het gebied van vaccins. Ja. Ja, ik heb dezelfde medische opleiding als Bill Gates. Oké. Okay. Ja. Ja, goed, ja, even kijken. Ik krijg net een berichtje, Johan, dat Twitch gehackt is en dat het wordt aangeraden om je wachtwoord te veranderen. Ja, die krijg je iedere week, toch? Dan moet je op een link drukken. Ja. Nee, ik kreeg het gewoon niet. Nee, het is wel serieus kapot gehackt, zeg maar. Oké. Okay. Ja, ja, jammer dan. Dan maak ik een nieuw Twitch-account. Maar even kijken hoor. Ik weet al wat ik wilde doen. Want jij moet natuurlijk het desbetreffende fragment nog even laten zien. Want ja, kijk, dat vind ik ook wel mooi. Ik bedoel, bij journalistiek daar heb je natuurlijk hoor, wederhoor. Dus dan hou je nog even iemand een microfoon onder de neus om te vragen wat zijn mening is. Dat, ja, dat doen ze dan bij de NOS of bij RTL doen ze dat niet. Of bij Humberto Tan. Maar gelukkig deed Ongehoord Nederland het wel. Hier ook het fragment. Zelfmoordneiging uit, laat ik het zo zeggen. Want je kan het invullen hoe je zelf wil, zeg maar. Ja, en hoe zou u het invullen? Nou, ik vind dat wij als bevolking, wij hangen op dit moment in die strop. Het is wachten tot iemand paard een klap geeft en dan liggen we. Dan hangen we. Ja, hartstikke idee. Dat was het fragment. Ja. Dus dan kon je het even horen. De mening van de man met de galg. Ja, weet je waar me het ook aan doet denken? Op een gegeven moment was er zo'n situatie dat die demonstranten die werden allemaal zwaar in elkaar gebeukt. En dan hadden ze dan het idee van, weet je wat we doen? We doen een kordon ex-militairen. En dan een rijtje zorgwerknemers. En die zetten we er daar een beetje tussenin, dus in de ME en de demonstranten. En toen kwam er in de krant staan van, zogenaamde zelfverklaarde verpleegsters en militairen die misschien bij de carnavalsvereniging een baret hebben gehaald. Of misschien waren ze het wel echt. Maar ik bedoel, hoe groot is de moeite om even naar iemand te lopen en te zeggen, hey, wie ben jij eigenlijk? En dat willen ze dan vooral niet doen. Dus het laatste wat ze zullen doen is naar zo'n jongen toestappen met zo'n galf. Van ja, waarom doe je dat nou? Weet je wel? Dus, precies. Dat soort onderzoeksjournalistiek, dat moet je vooral proberen te vermijden. Want anders kan je misschien het verkeerde antwoord krijgen. En dan, maar terwijl het dus wel gewoon gelivestreamd is. Het is gewoon gelivestreamd. Die vent is live in de uitzending van Blackbox gevraagd naar zijn motief. Om met die galg te lopen. Hmm. Hij liet wel meerdere opties open. Hè? Hij zei van, je mag het op verschillende manieren interpreteren. Precies, oké. Okay, maar het wordt gewoon helemaal uit zijn verband getrokken. Want er is uiteindelijk iemand die erover twittert, waar aangifte tegen wordt gedaan. En niemand die het over de feit heeft, het is allemaal één grote emotie. Ja.
bullshit. Maar goed, het is hetzelfde verhaal als toen met Charlottesville. Hè? Daar liep een vent rond met een hakenkruisvlag. En die werd vanuit weet ik niet hoeveel hoeken gefilmd. En dan werd het allemaal aan elkaar geplakt. En je kreeg het idee dat het één grote optocht van neonazis was. En het was gewoon steeds dezelfde vent. En dan vraag ik me ook wel eens af van... Wie is die vent? Ga ook eens met die vent praten. Want ik denk dat die vent... Ja, ik ben gewoon $400 betaald als ik hier zou rondlopen. Ja, zoiets. Ja, het zou maar is alleen maar interessant verbazen. Als hij een slecht verhaal heeft. Als hij een goed verhaal heeft, dan is het niet interessant voor de show. Ja, maar dan is het ook geen journalistiek meer, weet je. Bij de journalistiek heb je bepaalde principes van hoor, wederhoor. En dat je het verhaal van meerdere kanten bekijkt en dat soort dingen, weet je wel. Dat... Ah, ze hadden ook een keer een gast bij zo'n demonstratie van zo'n white supremacist. Van standbeelden die dan toch moesten blijven staan en zo. Dat beetje dat idee. En de framing was dat daar heel veel mensen kwamen die gewoon helemaal overladen waren met munitie en machinegeweren en weet je wel. En dan hadden ze dus ook zo'n gast gefilmd die inderdaad helemaal vol onderboven met patronen en shit. Nachtkijker. Maar dat filmden ze dan. En dat kwam er ook op. Maar ze hielden op een gegeven moment bij zijn hoofd op. En er was iemand anders die had het ook gefilmd. En dat was gewoon een zwarte man. Maar het moest vooral gevreemd worden als een maffe kukoetsken witte white supremacist er is een film over gemaakt over het 6e januari Capitool. En dat waren allemaal van die hele korte fragmentjes. Van dan zie je alleen maar wat mensen bewegen, van heel ver ingezoomd. En dat is alles aan elkaar geknoopt. Dus je kan daar. Ja, helemaal niks. Het is alleen maar suggestief. En met muziek erbij. En dat is gewoon zoals ze werken. En over het algemeen moet je zeggen, het werkt wel goed. De mensen die zijn rotsvast van overtuigd dat ze gezien hebben wat ze gezien hebben. Wat ze verteld is dat ze gezien hebben. En daar breng je ze niet van af. Dus heel apart. Neiging uit, laat ik het zo zeggen. Je kan het invullen hoe je zelf wil, zeg maar. Ja, en hoe zou u het invullen? Nou, ik vind dat wij als bevolking, wij hangen op dit moment in die stroom. Het is wachten tot iemand paard een klap geeft en dan liggen. Check, double check. Ja. Oké. Nee, dat is op de stream. Het ging met mijn software iets fout. Ik probeerde deze knop, hè? Deze knop, ja. Oké. Wat we ook nog hadden voor bedreigingen. Oh, nou zit Joshi er net voor. Oh. Joshi, buk eens even. Oh. Ja. Oké, want deze afbeelding was ook nog zichtbaar. Het is galgje, is er gespeeld met een iets ronds. Ja, niet alleen heeft Hugo de Jong of zo aangifte gedaan van bedreiging. Maar ook burgemeester Sharon Dijksma doet aangifte naar bedreigende tekening van galg. En die tekening is op zich een work of art, vind ik. Eigenlijk wilde ik hem alleen voor die tekening laten zien. Ja, het is jammer dat... Hier moet je een NFT van maken. Die kan zien, is inderdaad NFT waardig dit. Het is gewoon een ronde bal met vier harken eruit. Het zijn al armen en benen. En een burgemeesters... burgemeesters... Daar is nog de meeste aandacht aan besteed. Ja, de ketting om. En dan dat hoofd erboven is ook weer een bal. Dus het geen enkele nek tussen. En een soort Hitler-kapsel. Even kijken, wat moeten we Godwin even doen? De Godwin, hartstikke idee. En toen Sharon Dijksma zag die tekening en die deed gelijk aangifte. Wat mij opviel was die galg. Die heeft een beetje een groenige kleur. Die lijkt wel later getekend. Eco-galg. Maar weet je wat ik ook vind? Is, kijk, die burgemeesters die zijn daar ook maar neergezet. En je kunt ze niet wegstemmen. En dat is allemaal niet zo'n probleem misschien als ze gewoon een beetje gematigd zijn. Maar tegenwoordig,
zijn ze dat helemaal niet. Ze zijn allemaal gewoon een soort, ja, ze voeren het fascistische beleid helemaal uit, weet je wel. En je kunt ze niet wegstemmen. En dat vind ik wel heel ondemocratisch wat je nu zegt. Ja, maar het is ook heel ondemocratisch. Maar ik weet je, in de late middeleeuwen, de Gouden Eeuw, dan had je ook... De schout en zijn rakkers. Je had ook gewoon burgemeesters. En als die het bond maakten, ja, dan gingen mensen daar gewoon met hooivorken en toortsen gingen ze naartoe. En dan gingen ze een goed gesprek houden. Omdat je kon ze niet wegstemmen, weet je wel. Maar dat hebben we nog steeds. We kunnen die lui niet wegstemmen. En ze zijn nu wel de opdrachtgevers om gewoon de demonstraties volledig... ja, niet alleen te verbieden, maar om iedereen in elkaar te beuken, weet je wel. Het is gewoon best wel heftig wat ze allemaal doen. En wat moet je doen dan met die lui? Want hoe kom je er vanaf? Ik bedoel, er is ook geen... Vertel maar hoe je er anders vanaf komt. Gewoon. Nou, je komt er in ieder geval niet vanaf. Ze twittert hier van... vanmiddag werd deze afbeelding aangetroffen in Utrecht. Van deze en vele andere bedreigingen doe ik aangifte. Dit raakt mij, mijn gezin en de mensen van wie ik hou. Er is een grens. Misschien kan het natuurlijk fake hate crime zijn... dat ze die artiest zelf heeft ingekocht om dit te doen... zodat ze een nieuw bericht heeft. Maar dan is er iemand die reageert daaronder. Stef Groe. Jammer dat u als burgemeester van een stad zulke bedreigingen krijgt. Hopelijk weerhouden een paar rotte appels u er niet van. Uw belangrijke taak voor de maatschappij te blijven uitvoeren. Heel veel sterker. Zo ja. Krijg je ze in ieder geval niet weg. Ja, dat is volgens mij ingekocht bij een klikvorm, ja. Dat bericht. Je weet natuurlijk, naar Jussie Smollett, weet je, dat er een heleboel van dit soort dingen ingekocht zijn, inderdaad. Ja, kennelijk is het bedreigen waard of zo. Dat is, ja. Dan, ja, maar, dat is ook... maar waarom willen wij nou in één keer allemaal burgemeesters ophangen? Waarom is dat een trend? En waarom staat er een spelfout onder? Want eronder staat Dijk A, staat er. Dat is op Twitter altijd al geweest. Op Twitter hang je toch de hele tijd iedereen. De vork is de S dan. Ja, dat is die... Ja, maar dan mist er nog een M. Ja, maar misschien is dat ook de reden dat je dan net niet veroordeeld wordt. Weet je wel. Ja, het ging om Dijkma. Ja. Nee, maar dat, ja, is ook wel mooi eraan, vind ik, dat er op zich... Is er nergens aan te herleiden dat het om Dijksma gaat, omdat er staat Dijk A onder. Dus dat betekent gewoon dat als zij zichzelf erin herkent, dan heeft ze gewoon het idee van wat een sprekende gelijkenis. Ja. En die B staat voor burgemeester, ben je zeker? Ja. Maar ik vind ook dat ze er een stuk leuker uitziet op die tekening dan... Nee, want het is wel zo geweest dat burgemeesters wel eens verplaatst zijn, hè? Meestal als ze het te bond maken of dat in een stad mensen echt zoiets hebben van... dit heeft het helemaal vernacheld. Dan worden ze meestal overgeplaatst naar een kleinere stad. Dan krijgen ze ook een wat minder salaris ook. Of tenminste, dat heet dan geen... Dus jij zegt eigenlijk het systeem werkt? Het werkt niet, want ze worden niet, definitief ontslagen of zo. Ze krijgen een functie elders. Ja, het wordt een functie elders. En meestal van stad gaan ze naar dorp of zo, weet je wel. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat er eentje van dorp naar stad is gegaan. Hè? Die had er bij een dorp helemaal bond gemaakt en die is toen verplaatst naar een stad. Dus ja. Welke stad was dat dan? Ja, volgens mij was het Almere of zo. Die had het in voor... Ja, dat is de lelijkste stad van Nederland. Dus ja. Als je bij een dorp zo bond maakt, als straf ga je naar Almere. Almere valt wel mee tegenwoordig hoor. Dus ja. Maar die had het toch even opnemen voor Almere. Maar die had het in, volgens mij, in Voorschoten helemaal bond gemaakt. En waar ze haar zat. En toen is ze verplaatst naar Almere. Maar het was ook alweer 20 jaar geleden of zo hoor. Maar... Oh, dat is een VVD-mens. Ja, het was een VVD-mens, ja. Ja, dat klopt. VVD-mens. Ik weet alleen niet meer welke. Was het Jordensma of... ik weet het niet meer. Nee, maar die was ook nog een keer... die had ook nog een keer fraude gepleegd. Ja, ja, ja. Maar ik hoorde het van een kennis in Voorschoten. Die zei, ja, blij dat we van de mens af zijn. Maar ja, nou dan moeten ze het in Almere met haar doen. Zoiets. Ja. Maar ja, goed, ja. Maar ja, we hadden het al over... Je noemde het al een beetje. Oh nee, wacht, het is een andere. Nee, wacht even, deze moeten we even hebben.
Ja. Black woman. Black woman. Wel een fel licht hoor, Johan. Wat, ikke? Nee, ik heb wel een fel licht. Oh, dat is mooi. Het ziet er beter uit. Black woman! Overigens is het die Anne Frank poster was er ook nog bij van die film. Ja, die komt daarna. Hadden we al een keer behandeld, maar dat is eigenlijk hetzelfde principe wat ze daar doen. Zeggen voor ongevaccineerden verboden wordt er dan over de Anne Frank poster heen gezet, want je mag niet naar die film toe als je niet gevaccineerd bent. Het doet heel erg denken aan voor Joden verboden. En dan wordt er gelijk gezegd, de hele insteek van de pers is, Joodse organisaties zijn woedend voor het bezoedelen van de Holocaust of zo, of het trivialiseren van de Holocaust. En dat is eigenlijk heel makkelijk te regelen. Je trommelt een paar van die Joodse organisaties op. Er zijn ook Joodse mensen die zeggen, oh, dit is erger dan in de jaren 30 in Duitsland. Want toen kon je tenminste nog ontsnappen. Nou kan je nergens meer naartoe. Tenminste, als je naar Kroatië gaat of Slovenië, je komt eraan of Tsjechië. En dan is het ook alweer erg daar. Dus ik denk dat de insteek is hetzelfde van, kijk, is degene die het fascisme aan de kaak stellen, die worden juist gelijk als eerste beschuldigd van het zijn van schoften. Ja, dat is het hele idee. Ze noemen het ook beklad, hè? Dat is dan echt beklad, van, ja. En ze gaan voorbij aan het statement, want in principe, dat is net ook die kritiek op die mensen die jodensterren hebben. Dat is dan, dat werd zelfs antisemitisch genoemd. Ja, het is natuurlijk het omgekeerde daarvan. Want wat je eigenlijk zegt is, het is verschrikkelijk wat er gebeurd is met die Joden. Ja. Nou ga je vervolgens zeggen van, dat mag nooit meer gebeuren. Mag nooit meer. Dus laten we geen mensen uitsluiten. Ja, precies. Hoe het allemaal begonnen is. Dat mensen het park niet in mochten, niet in de bioscoop, niet in een restaurant. Dat ze misschien ontslagen konden worden op hun werk. Bij een sportvereniging. Dat is dus hoe het allemaal begon. En jij zegt dat is verschrikkelijk en dat mag nooit gebeuren. En het is absoluut geen schoffering van Joden. Weet je wel, dat het in 1933 niet begonnen is met het vergassen van Joden. Weet je wel, dat schijnen ze gewoon niet te kunnen begrijpen of zo. En eigenlijk gaat het ook allemaal nog misschien wel in een tempootje harder dan toen. Weet je wel, gewoon als je kijkt van de treinen naar het oosten vanuit Nederland reden in 1944, hè? Mm-hmm. En de avondklok kwam geloof ik ook in 1944. En moet je nou kijken, we zijn 18 maanden bezig. Het begon al sowieso al met ik noem dat massamoord. Want het is gewoon een lockdown kost van mensenlevens. En ze hebben dat uitgerekend, dat was 520.000 levensjaren. Nou, laten we uitgaan van 40. Van de gemiddelde leeftijd van 40, dan iemand best wel 40 levensjaren, dat zijn 13.000 mensen. En dat heeft toch nog honderden miljarden euro's gekost om dat te doen. En ze hebben dat gewoon doorgedrukt. En dan kan je zeggen van ze wisten misschien dat rapport, wisten ze misschien wel of niet. Het doet er helemaal niet toe. Want het punt is, dan hadden ze het kunnen uit laten rekenen. En het werd dan ook van buitenaf verteld, hè. Het is gewoon, er zijn mensen die hebben gewoon een vak. Die moeten voor een verzekeringsmaatschappij moeten uitrekenen wat er gebeurt als de werkloosheid stijgt, daalt de levensverwachting. En er was zo'n gast bij Weltschmerz, die heeft het ook allemaal uitgerekend. Die kwam ook op honderdduizenden levensjaren verlies. Die heeft ook Van Dissel aangeschreven. En die hoorde daar niks op terug. Op een gegeven moment ook aangifte gedaan, ik weet niet hoe dat afgelopen is, maar wel wil de rechter op gezeten hebben. Maar ook die gast van oud-directeur van CBS, die had het op de achterkant van een schaardoosje uitgerekend, zei die, bij Blackbox. En ze hadden het kunnen weten. En het is dan, er is een rapport opgemaakt. Dus ik vind het gewoon massamoord. En dan kun je ook als je zoiets doet van, het is een beetje onbenullig. Dan, die Rutte heeft gewoon gezegd van, wij doen 100% van de beslissingen met 50% van de kennis. En dat had helemaal geen 50% van de kennis hoeven zijn. Dus zij zijn al begonnen met wat ik noem massamoord. En wat dat betreft zijn zij harder van start gegaan dan Hitler in 1933. Die een beetje met werkgelegenheidsprojectjes, kinderbijslag, verplichte zorgverzekeringen, begon die wat. Was er iemand tijdlijn? Die had een tijdlijn van wat er in Nederland gebeurde. Van eerst mochten ze niet meer werken bij de luchtafweer of zo. En toen mochten Joden niet meer als ambtenaar werken. En toen mochten ze. En dat werd ook steeds, de kikker werd gewoon gekookt langzamerhand. Ja.
Maar als je dus... kijkt hoeveel jaren dat geduurd heeft, hè? We zijn nu 18 maanden bezig. Dan moet je kijken hoe lang dat eigenlijk... En toen was Hitler dus al 7 jaar bezig. En toen zijn ze dus langzaam die regeltjes ook in Nederland dus aan doorvoeren. Maar dat heeft toch verschrikkelijk lang geduurd voordat die kikker werd aangekomen. Ja, dat heeft echt jaren geduurd. Hè, kijk, het is wel... functioneren, gewoon, een beetje. Mm. En het werd steeds erger. Lucas wil het zeggen? Ja, ik snap qua vrijheidsontwikkeling of onvrijheidsontwikkeling wel de parallellen die met sommige ontwikkelingen tijdens en voor de Tweede Wereldoorlog gezien kunnen worden. Maar om dan meteen met bijvoorbeeld Davidsterren of hakenkruis of wat dan ook te gaan rondlopen, dat vind ik echt niet oké. En... omdat het echt van een heel andere orde is en ook veel grover dan dat wat ongevaccineerden wordt aangedaan. En ik distancieer me daar echt van. Oké, maar wat doe je met de vergelijking met de eindfase? Ik heb 10 maanden geleden in november of zo van vorig jaar heb ik dus een vaccinatiester op mijn profielfoto geplakt. En ik zeg tegen iedereen, doe het maar, want dat triggert sommige mensen enorm. En dan zeg je, joh, je hoeft je niet zo druk te maken. Het is maar een plaatje op Facebook. Er is nog meer te doen in het leven dan alleen maar je zorgen maken om wie er een plaatje op Facebook draagt. Dus ik vind het, en na 10 maanden komt het toch weer al heel erg dichtbij. Ja, maar het is natuurlijk symbolisch. En ik kan wel begrijpen dat mensen daar helemaal van flippen. Maar het is wel zo dat inderdaad de traject is ingezet. Het traject is ingezet gewoon. Precies. Kijk, en Israël doen ze het ook, hè? Gewoon. Maar dan zijn het ook... Die kunnen dat... doen op een manier dat je nog kan zeggen van ja, dat is gerelateerd aan een bijenfamilie. En dan is het, vind ik zelf, wel meer oké als zij dat doen dan als een... Ja, de oplossing, als iemand Yoshi. Die echt totaal geen verband heeft met de Tweede Wereldoorlog. Yoshi, maar... laat gewoon je DNA even bij zo'n... Op internet heb je van die websites, dan kan je je DNA laten uitzoeken. Er zit altijd wel een paar % Jood in. Ja. Maar ik vind het... En dan mag je het doen, dan mag je het doen. Maar dan mag Mordechai Crispijn, die mag het wel doen, bijvoorbeeld. Ja. Maar het maakt toch in wezen helemaal niet uit? Ik ben ergens ver weg ook nog Jood. Dus, en zelfs neger, hè? Ik vind dat geen argument. Dat mag je vinden. Dat is gewoon niet oké. Maar dat mag jij wel vinden. Maar kijk, weet je, waar vergelijk je het mee? Vergelijk je het dan mee met het vergassen van mensen en zo? Want daar zitten we niet. Maar dat wordt ook helemaal niet beweerd. Het wordt alleen maar beweerd dat er een zeg maar een trend gaande is. Die Jodenster was nodig, of die werd vereist voordat er ook maar iemand vergast was. Natuurlijk. Ja. Ik noem het zelf een vaccinatiester en het is er om erop te wijzen dat vrijheden heel makkelijk afgenomen kunnen worden. En dat er dus een tweedeling in een groep mensen kan ontstaan. Ja. En bij mij staat er ongevaccineerd op die gegeven. En? Het was op basis van medische redenen, want de Joden zouden ziektes verspreiden. Om die redenen moest dat te komen. Ja, ik vind dat nog steeds te ver gaan. Ja. Maar wat ik dus ook te ver vind gaan is dat de pers dat helemaal uitlicht en juist alleen maar dat in beeld brengt. Maar ook dat bijvoorbeeld als dat in Israël een protest is waar datzelfde wordt gedaan... Dat dan weer niet in beeld wordt gebracht. En dat vind ik ook heel fout van de pers. Maar de pers is gewoon ook fout. Echt. Ja, het zijn geen journalisten meer te noemen. Het zijn propagandisten. Ja. Maar voor de rest, ik hou nog steeds van jullie. Ook al vinden jullie het gewoon wel oké. Okay. Ja. En ik vind het prima dat jij een andere mening hebt. Dus, Nee, je mag wel een andere mening hebben. Maar je ziet gewoon dat er ontzettend snel wereldoorlog-vergelijkingen worden gemaakt. Er is gewoon een hele rare symmetrie ook dat... Mensen lopen gewoon met hamer en sikkel t-shirts rond. En daar doet niemand moeilijk over. En terwijl als jij met een hakenkruis rond zou lopen, dan zou iedereen daar heel moeilijk over doen. En er zit gewoon een hele rare asymmetrie in. En libertariërs zijn over het algemeen heel erg consistent in hun denken.
Dus die zeggen gewoon van, ja, als 100 miljoen doden een probleem is, dan moet je ook naar het Hakenkruis kijken, zoals je naar de hamer en sikkel kijken, zoals je naar het Hakenkruis kijkt. En dat is gewoon, wat veel libertariërs doen, is principes vergelijken van, oké, wat hier gebeurde, gebeurde ook daar. Ja, dat zit natuurlijk altijd in de details, zitten er verschillen. En misschien is het eindpunt ook verschillend. Dat weet ik niet, de geschiedenis is, nog niet geschreven. Maar het kan fout gaan en het kan goed gaan. Maar het ziet er niet best uit. Dat laat ik het zo zeggen. Ja, maar in Hongarije is het ook verboden, die hamer en sikkel. Net als een hakenkruis. Maar als je gaat vergelijken, dan is het niet zo dat hetzelfde is. Het is niet hetzelfde. Mao is niet hetzelfde als Pol Pot. En Pol Pot is niet hetzelfde als Hitler. En dus ook niemand beweert dat. Dat is niet het vergelijken. Dat is hetzelfde. Maar er zitten wel overeenkomsten in een bepaalde massapsychose. En je ziet steeds bepaalde dingen terugkomen. Er zit vaak hyperinflatie. Er zit een beeldenstorm in. Er zit uitsluiting in. Er zitten speciale rechten voor speciale groepen. En anderen krijgen die niet. Er wordt een zwart schaap wordt er neergezet. Die krijgt overal de schuld van. Ik denk dat als er nog een enorme vijfde golf komt of zo, en er gaan een heleboel mensen dood, en ze gaan de ongevaccineerden daar de schuld van geven, dan gaan daar waarschijnlijk ruiten sneuvelen. Dan gaan er bij ondernemers die tegen de worden de ruiten eerder, dan heb je een soort kristalnacht al. Je kan blijven beweren dat het niks met elkaar te maken heeft en dat het niet bij elkaar, dat het niet op dezelfde plaats uitkomt, maar het zou heel goed kunnen. Er is een stevig begin gelegd in ieder geval, denk ik. Ja. Ik wil al een hele tijd trouwens zeggen dat wat in de chat gezegd was door de Flabbergast. Dat doe ik nou ook even. Dit ging nog even terug naar naar de Jorisma-discussie met de Gallig. Hij hoopt eigenlijk dat meerdere artiesten zich aangeven als maker van kunst. Ja. En hij heeft ook nog even de Godwin-jingle erin gegooid. Overigens, dat is ook zo'n framing van die artiesten die dan principiële standpunt nahouden en niet willen optreden voor een select publiek. En die dan wordt gewoon geframed in de media als deze artiest vormt een gevaar voor de evenementenbranche of zo. Benadeelt de evenementenbranche. Of die artiest denkt alleen maar aan zichzelf. En hij houdt geen rekening mee dat de evenementenbranche, dat daar een heleboel mensen werkzaam zijn. Dus het is allemaal van die framing, waarbij juist de meest principiële mensen, die worden er als slechts weggezet. Mensen die proberen een alarmklok te trekken, die zeggen van, hey, dit gaat mis, hier ga ik niet mee. Die krijgen juist van de pers de wind van voren. Dat is ook het rare, want als je dan bijvoorbeeld kijkt naar die mensen die in die talkshows zitten en dat runnen en die worden eigenlijk een beetje betaald, die verdienen aan het bang maken van mensen. Ja. En als je dan bijvoorbeeld kijkt waar ze dan kritiek op hebben, bijvoorbeeld die Douwe Bob, die schiet erbij in, want die moet zijn bandleden compenseren voor het mislopen van een tournee. En hij kiest daarvoor. Hij kiest principieel ervoor van ik doe niet mee aan die apartheid en dat gaat mij geld kosten. Hij betaalde ze zelf nog uit eigen zak, heb ik later nog begrepen. Ja, exact. Weet je wel. Dus, maar wie zei zij dat zij gewoon verdienen aan die propaganda, dat zij kritiek mogen hebben aan iemand die verliest aan zijn principes? Ja. Weet je wel, het is onbegrijpelijk. Terwijl zij zelf een baantje hebben waar ze geen enkel risico lopen, gewoon wat bagger schrijven en elke keer hun salarisje opstrijken. Nog nooit een principieel standpunt hebben ingenomen. Ja, die Farah Lawrence, die had er ook iets over gezegd. Die zat op een gegeven moment bij zo'n bijeen en die met een beetje, je hebt altijd één iemand en dan staan er vijf man tegenover en die gaan er even flink op inhakken. En die zei ook van ja, daarna was het gewoon een kleine avondparty met een borreltje en niks anderhalve meter en alles, weet je wel, terwijl de kroegen dicht waren. En ze zei wel, ja, jullie hebben wel gewoon, als je net gewoon heel Nederland bang zitten maken. Terwijl jullie geloven er eigenlijk gewoon niet in. Ja. En weet je wel, het is onbegrijpelijk. Ja, de overheid in Duitsland heeft mensen ingehuurd, academische ingehuurd, om te kijken hoe je mensen het best bang kan maken. En in Londen, of in UK ook. Ja, klopt.
Ja. Het grappige was, want dat kwam ook op teletext. En toen dacht ik van, teletext die mag eigenlijk niks schrijven. Weet je wel, wat negatief is. Maar ja, het is Duitsland. Dat zou natuurlijk in Nederland nooit gebeuren. Maar ja, we hebben het nog over celebrities. Daar hebben we hier nog, misschien ken je hem, Russell Brand. Is onderhanden genomen door drie hysterische twitteraars, omdat hij aandacht wilde geven aan complottheorieën. Hij wilde in ieder geval een open discussie over hebben. Ja, ik heb wel een beetje gemengde gevoelens bij hem hoor, want ja, het is... We hebben het in het verleden ook wel eens over hem gehad, toen, met die, toen verkiezingen waren in de UK. Toen wilde hij, deed hij in één keer alsof hij niet, de niet-stemmer was, weet je wel. Of alsof hij de anarchist was. En later heeft hij uiteindelijk op Labour gestemd of een endorsement aan Labour gegeven. Dus Dus hij is een beetje een, laten we zeggen, een popiopie of een populist. Ja, het gaat over de conspiratie, geloof ik. Hij heeft een video getiteld Trump was right about Clinton and Russia collusion. Die had hij, en ik denk dat daar wel wat in zit, in de zin dat wat er natuurlijk met Clinton gebeurd is, die hebben dat hele onderzoek naar Trump over die collusie, hebben ze in Rusland gekocht eigenlijk. Heb je het filmpje nog gezien van Russell Brand? Nee, ik heb het filmpje niet gezien. Ik weet niet, op zich was het wel oké. Ja, alles haalt hij aan. En op zich is het best wel oké. Ik bedoel, ik zat wel van oké. Ja, ik zie hem wel vaak voorbij komen. Dus ik heb wel vaker dingetjes van hem gezien. En hij durft inderdaad complottheorieën bij de naam te noemen. En hoe noem je dat? Wat dat betreft doet hij nog betere journalistiek dan de NOS. Want hij benoemt alles en hij heeft het er gewoon over. En hij stelt daar vragen over. En op zich best wel oké eigenlijk. Dus ik, wat dat betreft, ik vind het wel goed. Maar ja, ik vraag me dan af bij Russell naar aanleiding hoe hij in het verleden ook deed toen met die verkiezingen in Engeland. Vraag me af van welke richting wil hij uiteindelijk opsturen, weet je wel? Oh, ik hoor een hoop herrie. Ja, maar dat is inderdaad bij veel van dat soort figuren, die zijn dan beroemd. En die kunnen af en toe eens een beetje afdwalen in de goede richting, maar je moet er geen geld op inzetten, want de volgende keer is Ryzen net zo makkelijk weer naar de andere kant af. En, ja, we hoorden net ook zo'n interview met John Perkins, die van Confessions of an Economic Hitman. Ja, dan weet je dat er... Er zitten wat goede dingen in. Hij heeft wel door hoe dat hele afpersen van derde wereldlanden gaat met behulp van investeringen. Maar hij zit in de hoek van de Guardian, geloof ik, hè? Maar ja, dan op een gegeven moment dan begint hij weer van de greed en short-term profit motive. Dat is het probleem. Doei. je weet gewoon dat het ergens off the rails gaat. Wil je dan dat bedrijven short-term losmaken? Dat is dan een betere situatie. Ja, dat ze waardevolle... Want je kan natuurlijk gewoon zeggen, profit, dat betekent dat je waardeloze dingen omzet in waardevolle dingen. Dat is profit. Ja, daar kan je gewoon nooit op tegen zijn. En short term profit betekent alleen maar dat je het in de sneltreinvaart doet. Nou, dat is nog mooier natuurlijk. Dus het staat allemaal nergens op. En hij heeft waarschijnlijk de termen helemaal niet goed gedefinieerd. Maar ja, je weet gewoon bij die figuren dat ze off the rails gaan. Maar dat je niet moet juichen als ze een keer in jouw richting zitten. Ze hebben niet allemaal de Oostenrijkse school van economie gevolgd. Nee. Dat moet je hem vergeven. Misschien moet je gewoon een boek opsturen. In ieder geval, dan kan het natuurlijk wel... Maar ik vind het moedig dat hij gewoon iets over conspiracies durft te zeggen, zeg maar. En niet bang is dat hij gelijk wordt afgeblaft als een QAnon. Dat wordt hij natuurlijk. Ja, inderdaad. Dit zijn gewoon drie hysterische twitteraars die dan die hem lopen zwart te maken. Het zit in dit hele artikel van de rap nog nooit van gehoord, maar het schijnt te bestaan. Wordt ook geen enkel argument genoemd. Worden alleen maar drie hysterische twitteraars aangehaald. Volgens mij letterlijk 3-1. Ja, die framen en die labelen. Dat is het enige wat je doet. En drie moet er ook nog... Ja, drie. Vier.
5, 6, 7, 8. Ja, 8 hysterische twitteraars. Nou, dat zijn er een hoop hoor, dat zijn er een hoop. Dat zijn mijn Kees gemaakt. Ja, wat ik wel het idee heb bij Russell Brand is dat hij was in de tijd denk ik echt van oprecht links en woke. En ik denk dat hij nou ook weer oprecht ja, een beetje wakker is. En dat het allebei wel oprecht is. Dat idee heb ik bij hem. Nou ja, het punt wat ik dus in het verleden met hem had. Ik heb toen wel ook wel gekeken en... Dat hij gewoon echt een bewust een gekochte tool was voor Labour of zo. Dat hij dat ze hem gewoon wat geld hadden toegeschoven van destijds toen met de verkiezingen. Dat hij er helemaal niet in geloofde. Hij is een acteur. Hij is gewoon een acteur. Net als Ronald Reagan. Ja, oké, okay, maar dat snap ik. Als acteurs politiek worden, dan zijn het gewoon acteurs, hoor. Die een rol spelen. Ja, dat snap ik wel, maar je hebt natuurlijk ook wel juist uit die kunstwereld en een beetje die acteurswereld, heb je ook gewoon mensen die echt keihard links zijn, weet je wel. Ja, bijna allemaal zijn links. Ja, maar het kan zijn dat hij dan leuk met zijn podcast begint en dat hij zich dan gaat verdiepen en dan tijdens dat verdiepen, dat hij in één keer achter allerlei dingen komt. Misschien is het inderdaad oprecht hoor. Maar er hangt wel een hele erge wierookluchtje om me heen. Ik weet niet of je dat, die podcast wel eens gevolgd hebt. Nee, ik durf het niet. Omdat ik die Brent nog ken van dat hij inderdaad waanzinnig links was. Dus ja, hij is nog steeds zo. Het was steeds. Niet dat ik daar wat van opsteek. Dat is altijd een beetje een idee van. Ja, precies. Kijk, als hij nu nog een keer wakker is geworden, dan loopt hij natuurlijk nog 6 kilometer achter mij aan. Ja, wat heb ik er aan? En wat ik vermoed is dat hij gewoon dat zijn analisten die hebben gezegd van hey, daar zit toch een hoop publiek daar ook, bij die mensen, de antivaxxers. Oh. Dat hij daar gewoon gaat zitten. En hij krijgt... Nee, maar daar heeft hij het dus juist niet over. Hè? Want hij maakt een show die dan helemaal gekut is op YouTube. Dat hij daar uitgezonden mag worden. Nee, maar hij gaat ook op de antivax bandwagon. Daar is hij ook gesprongen. Oh. Ja, daar heeft hij het ook over. En gewoon dingen dat jij deed, dat als je zit te kijken, zit je het ja te knikken. Ja, ja, ja. mRNA, ja, slecht. Ja, hartstikke slecht. En daar heeft hij dan een open discussie over. Hij zegt niet of het goed of slecht is of zo, maar hij heeft er een open discussie over. Hij noemt al die dingen op. En maar hij geeft niet echt een oordeel, maar wel het gevoel dat er een oordeel over gegeven wordt, zeg maar. Dus... Ja, maar goed, over artiesten gesproken die van een beetje van image veranderen. Weet je, we hadden die Benny Jolink. Ik weet niet of je dat meegemaakt. Oh, dat was vroeger net zo'n medische deskundige als Bill Gates. Eigenlijk misschien nog wel meer gediplomeerd. Ja, maar het was vroeger een beetje een rebelse anti-overheid. Een man van het volk, weet je wel. En nu is het een soort moderne nepboer. En die... Hij had eerst een tweet, zijn bericht was dat hij, het was fantastisch die QR-code en het was echt heerlijk dat we weer allemaal dingen mochten. En hij snapte al die asociale, achterlijke wappies niet. Het allemaal voor de gezondheid, terwijl hij nog aan zijn sigaret zat te trekken. Ja, maar goed, toen, ik heb die comments gelezen en echt, nou, ik schatte richting de 99% waren vernietigend. En dat was nog op zijn eigen website, hè. Er waren oud normaal mensen, en ook in het Achterhoeks en zo. En, nou, het loog er niet om. En, maar toen ging hij zichzelf verduidelijken. En dan werd het alleen maar erger van. Want toen ging hij zeggen van ja, in Frankrijk en in Duitsland en in andere landen is er niemand die een probleem heeft met een gezondheidspas. Die bestaan er niet. Al die protesten. Alleen in Nederland hebben wij asociale, achterlijke wakkers. Dat is helemaal aan hem voorbij gegaan. En toen krijg je natuurlijk allemaal weet je wel, dingen op zijn tijdlijn van ook gewoon van nu.nl en Telegraaf en NOS waar we gewoon 160.000 mensen wat gezegd demonstreren en dan schuift nog een nul achter ook. Dus, maar het was, publiek, hem, het was gewoon 20 seconden research geweest en dan had hij dat had korter gekund dan het berichtje wat hij had getypt. Dat het gewoon bullshit was. Dus dat had het alleen maar erger gemaakt.
En de laatste verbetering was dat hij op een gegeven moment, wat hij werd een beetje hot nieuws, dat hij gewoon compleet werd afgeslacht. Het was van ja, ik bedoel eigenlijk alleen maar de achterlijke watties die demonstreren tegen de QR-code. Dus iedereen die naar de tambo gaat. Dus hij had niks tegen gewoon wappies, zeg maar, als je die gewoon, met de gordijnen dicht in een hoekje zat te huilen. Ja, dat was wel oké. Okay. Maar als ze gingen demonstreren, ja, dat was verschrikkelijk. Dus zo nuanceerde hij het dan. Ja. Ja, goed. Ik heb het ook gelezen. Ik vond het een beetje een Pieter Omtzigt moment. Ze viel mij ook zo tegen. Nou, ik vind vooral de mensen die Pieter Omtzigt hebben opgehemeld, dat vond ik echt zwaar tegenvallen. Ik zit een beetje in de muzikanten scene en er waren allemaal mensen die gewoon werkloos thuis zaten. En op een gegeven moment gingen sommige van die gasten gingen hun profielfoto veranderen in het gezicht van Pieter Omtzigt. Ja. Want Pieter Omtzigt die had namelijk zijn werk gedaan als Kamerlid. Ja. Het schijnt ongelooflijk bijzonder te zijn dat je een bepaalde baan hebt, dat je die dan ook echt uitvoert, weet je wel. Ja. Dus wat hij had de regering gecontroleerd. Dat schijnt een taak te zijn van een Kamerlid. Maar hij had dat dus echt gedaan. En dan had zijn werk serieus. Hij had ook voor de avondpot gestemd en had ook gewoon die grachten in lockdown gezet. Ik zei, wat is dit voor Stockholm syndroom? Want jij zit gewoon thuis. Door Pieter Omtzigt zit jij thuis. En nu is Pieter Omtzigt, die is weer terug van een burn-out. En dan moet je eens kijken waar hij nu op stemt. Hij kon niet eens meer Nederlands, hè, toen hij net terug was. Hij kon alleen maar Engels. Hij was alleen maar Engelse termen erin aan het gooien. Het is inmiddels meer dan een maand geleden, dus ik weet het niet meer precies. Maar als je zijn eerste speeches, als hij terugkomt, dan gooit hij de helft Engelse termen erin. Maar mensen zijn wel ook heel snel tevreden, hè? Van je hebt die Mona Keizer, die wordt nou gewoon helemaal opgehemeld. Want die stapt eruit, die was eerst ontslagen en dat kon dan niet, maar nou stapte ze het zelf uit. Er heeft dus 18 maanden meegewerkt aan het gewoon om Nederland tegen de muur aan te rijden, weet je wel? En die is op een gegeven moment, zegt ze, nou ja, nu wordt het me te gek. En dat is dan een heldin. Ja, kom op zeg, weet je wel? Het is echt. Waar gehakt wordt van alle Spaanders, hè? Is er nog één? Jan-Marc, is er nog één goed iemand in de Tweede Kamer? Ja, ik heb er wel één. Ja. Ja, dat kan er maar eentje zijn, toch? Wie dan? Gideon van Meijeren, ja. Ik zit de laatste avonden, zit ik soms wel eens op YouTube zijn naam te typen van, zou ik die wel gezegd hebben? Oké. En de laatste paar keer was het echt leuk, want toen zei hoe dat die minister Dekker zichzelf verdedigde. Dat was echt een kansloze. Ja, ik vond het persoonlijk een kansloze afgang. Ik vind Gideon inderdaad leuk. Ik vind ook wat hij die stunt die hij heeft geflikt met om Rutte te laten zeggen dat het boek van Klaus Schwab een complottheorie was. En het leuke is ook gewoon het doorvragen daarna van dat kost hem dus wel 3 vragen van de 4. Ja, oké, maar ik vond het leuk dat op een gegeven moment toen het erom ging van, het is toch gewoon raar voor een liberaal dat hij een wereldwijd communisme een hoopvolle toekomst noemt. En toen had Rutte, nadat hij had gezegd dat hij het niet gelezen had, zei hij van, ja, het was niet zijn beste boek. Er zaten dus meerdere boeken van Schwab gelezen. En onder andere de Great Reset, en dat was niet zijn beste boek. Ja, dat vind ik dan, bedoel, ja, dan heb je toch, natuurlijk Rutte niet de hele tijd door, maar dit was dus gewoon wel heel veel leugens in een hele korte tijd. En dat had hij mooi opgezet, vond ik. Ik vind die Caroline van Leeuwen wel grappig, van Boer Burgerpartij of zo, weet ik veel hoe die partij heet. En dat komt omdat ik haar wel altijd lekker nuchter vind reageren.
En ook sommige van die gekke, of tenminste ook wel echt meer pro-vrijheid dan de VVD stemt over het algemeen. Maar ja, dat kan tegenwoordig heel makkelijk. Is de SP inmiddels al vrijer dan de VVD? Ja, dat zou ook maar kunnen. Ik vind haar wel oké, eigenlijk. Ja. Maar we moeten nog even verder met de nieuwsberichten. We hebben hier al heel lang, staat hier achter ons geparkeerd. Black woman accused of pretending to be a white KKK member to terrorize the neighborhood. Ja. Is alles nog oké met Peter trouwens? Want die heb ik al een tijdje niet meer gezien. Ja, ik denk dat hij even bezig is met een bacteria. Ik ben al weg, ben ik. Maar ja, hij is ongevaccineerd geworden, dus misschien ligt hij op de IC. Ik weet het niet. Ja, dat is even een bacteria. De graaf van de corona, man. Ja, maar dat zijn alleen de mensen die geen boostershot hebben gehaald, hè, die ongevaccineerd zijn. Ja. Een vriend van mij die echt alles gelooft op de tv tegen hem zegt, die zei van ja, ik heb me laten vaccineren voor de maatschappij. Maar die vond het ook, die derde prik en die vierde, dat vond hij dan toch nog net een grote gaaf. Zoiets van ja, nu ben ik er klaar mee. En zij heeft dan niet van, hoezo, watje? Wat ben je nou voor een half... Ja, nee. En hij was ook stom verbaasd. Hij zei van, ja, had jij dat al zien aankomen? Dat je een derde... Ja! Ik zei, hoe was het dan met de griepprik dan? Die moest je toch ook twee keer per jaar nemen? Wat had jij dan gedacht, weet je wel? Ja, maar dit wordt de derde. Ja, dit wordt de derde, ja, inderdaad. Maar dit leek me wel een, in ieder geval dit even terug on topic, dit bericht leek me wel wat voor Peter. Ik weet niet wat Peter allemaal doet. Hij zei, ik ben even weg, zei hij op Skype. Maar die vrouw die had zeg maar voorgedaan als een blanke man die alles, die allemaal... Ja, is heel modern, hè? Bedreigd van met white supremacy en KKK. Ja, het is heel modern. Hè? Als je tegenwoordig als iets anders identificeert. Ik bedoel, ik identificeer mezelf als een Marsmannetje of zo. Ook heel hip om je als... radio-host, toch? Als een radio-host. Ja. Nee, daar ben ik. Ja. Zo kunnen we dat hengstenbal bij Café La Libertaria ook een beetje opheffen. Als mensen zich anders gaan identificeren. Kijk, ik identificeer mezelf als een lekker ding. Ja, ik zeg al, Yoshi legt eieren. Dus je mag je fantasie helemaal op loslaten. Nee, maar het is een vrouwelijke Jussie Mollet eigenlijk. Ik weet niet of je Jussie Mollet nog kan herinneren. Die net deed alsof hij in elkaar geslagen was. En die had daarvoor, voor die daad, had hij een aantal Nigerianen ingehuurd. En dan de schuld aan Trump supporters gegeven. Ja. Ja, dat weet ik nog wel een beetje, ja. Maar ik weet er niet zoveel van als Peter. Ja. Maar dit is, ja, het is een clickbait. Heeft het wel deze titel? Want het is verwarrend om het te lezen. Oké. Okay. Wat is verwarrend dan? Nou, het lijkt net alsof dat er een zwarte vrouw iemand als schuldige aanwijst. Dat ze last heeft van iemand die bij de KKK zit. Zo, als je snel leest over die kop. Ja, in ieder geval, ze wilde, zeg maar, ja, het is een beetje, volgens mij daadwerkelijk een Justice Smollett in de vrouwelijke vorm. Ze wilde de buurt, volgens mij, alert maken op dat er zoiets bestaat als racisme. En omdat de buurt dan niet geloofde, is hij maar overal briefjes in de bus gaan doen. Van, waarin ze, zeg maar, zichzelf voordoet als iemand van de Klux Klan en allemaal racistische dingen in dat briefje schrijft. Ja. Maar het heeft nou een beetje een averechts effect. Nou, ja. Klappergast schrijft hier nog, een heroïneverslaafde neemt ook niet een spuit. Dat zal over de eerdere discussie gaan, denk ik. Denk ik te laat. Ja, over vaccineren, denk ik. Ja. Moet je ook regelmatig een spuit nemen?
Ja. Ja. Oh, booster shot. Ja, misschien dat Peter zo nog terugkomt. Dan kunnen we er nog even op terugkomen, denk ik. Maar of was dit het laatste bericht eigenlijk? Ja. Mijn lijstje stond. Moe, dus ik ga zo naar bedje toe. Oh. Ja, 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 ja. Oh. Er komt nog wat in de chat binnen, geloof ik. Sinterklaas tijd komt er weer aan. Ja, nadat het inderdaad over de, over de booster ging. Kun je als argument gebruiken om toch een, ja, oh ja, ja. Ja, dat doe ik ook heel vaak inderdaad, ja. Ja. Ik wilde nog wel even één ding nog erin gooien. Dat ben ik nog niet aan toegekomen. Ik heb laatst nog even gekeken van hoe ze in de Tweede Wereldoorlog omgingen met... want toen was er ook daadwerkelijk een database van... en daardoor waren Duitsers heel effectief in het vervolgen van de Joden. Want ze maakten gebruik van een database van systeem van IBM. International Business... ik weet niet meer waar de M voor staat. Maar de machines. Machine. Ja. En dat was toen de Ponskaartsysteem. En ook dat is dus daadwerkelijk gehackt in de Tweede Wereldoorlog door een Fransman. Dat is een Franse bureaucraat die had dan daadwerkelijk wel een geweten. En die had zoiets van, nou, dat gaat niet tijdens mijn watch gebeuren. Dus die heeft dat systeem een beetje lopen verneuken door verkeerde informatie erin te stoppen en zo. En daardoor is in Frankrijk zijn er vrij weinig Joden nog afgevoerd. Terwijl in Nederland, daar werkt ze gewoon helemaal mee. Er werd niks tegen gedaan. Terwijl, behalve in Dordrecht was, daar is, heeft één gemeenteambtenaar het gemeentearchief in de fik gestoken. Ja. Als iemand dat nu zou doen met de QR-code, dan... ik weet niet wat Hugo de Jonge dan zou zeggen. Of, doen ze aangifte van bedreiging. Ja, doen ze aangifte, denk ik. Ja. Maar ik denk dat dan wel een beetje, als we van de geschiedenis zouden leren, dan zit daar een beetje het antwoord, hè. Het begint met de H, het eindigt met de K. Het heeft vier letters. Een A en een C in het midden. Hek. Nee, volgens mij zit hij nou gebogen over het apparaat. Ik zie een gedeelte van zijn trui, geloof ik. Of... ik weet het niet. Peter? Ja, Peter, ben je er? Ik heb geen idee wat er met Peter aan de hand is, maar... of hij is inderdaad helemaal weg hier, hoor. Dat kan ook. Hij is... Ik kan hem even erbij halen, hoor. Misschien is hij... Ik ga afsluiten dan. Dan blijft mijn favoriet, hoor. Die is nog niet van de troon. Ja, toch wel. Toch wel. Ik heb hem nog niet vaak genoeg gehoord, maar lockdown is te goed. Ja, ik ben al super blij dat mensen genieten van mijn muziek. Dat vind ik leuk om te horen, echt. Ik heb jouw nummers misschien wel... als we ze alle drie bij elkaar als één keer nemen, dan heb ik er toch wel een keer of 35 minimaal in de maand september. Dus dat is keer 3, is 105 keer jouw nummers op mijn kanaal. Wauw. Nou ja, gek. Leuk. Ik vind het eer. Ik bedoel, ik vond het wel grappig dat ik zomaar in jouw uitzending kwam. En ik werd ook nog in de uitzending live gevraagd voor Vrijheid Radio. Ja, en nou ben je er. Maar, maar nou heb je dus wel al een clip voor deze clip. Dus... Ja, dat is een beetje
een probleem inderdaad. Want jij wou inderdaad dat aanpakken als ze een beetje werk uit handen hebben met mij. En ja, sorry, het spijt me, maar ik dacht, ik maak gewoon een heel simpel. Maar als er nou een videomaker luistert of iemand die cartoons kan maken of zo en die zegt van, maar ik kan er ook een hele leuke clip bij maken. Ik gooi helemaal niks eruit hoor. Ik denk dat hij volgens mij afgehaakt is omdat hij ging slapen dan. Dat is wel meestal rond deze tijd. Dus ik denk dat... Lucas, als je wil gaan, dan kan je gewoon gaan hoor. Doei Lucas, leuk dat je er was. Ja, leuk nummer hoor, leuk nummer. Ja. Oké. Doe jij nog Honkler Hangout uitzendingen, Yoshi? Maar ik bedoel, de komende weken of ben je echt gestopt? Oh, ik hoor mezelf. Oh nee, dan hoor je niet op. Je hoort er dan niet in de uitzending hoor. Dus als. Hij heeft de links in de chat gepost, dus kunnen mensen het overtypen. Ja. Nee, maar goed, ja, misschien als jij nog oproep wilt doen aan mensen van stel dat jij nog iets nodig hebt of... ik heb meer, Josje, ik heb meer over iets van waar die meer in de zin van iemand die een instrument of een zang of iets anders kan doen, video maken. Oké. Okay. Oh, jij betaalt ze dan? Ja. Of noem even je e-mailadres, Jan-Marc. Of een andere manier om dat mensen met jou kunnen communiceren. Of iets anders. Ja. t.me/vrijheid. Ja. Altijd iedereen is welkom. En waar heb je nog meer behoefte aan? Want je zocht laatst nog iemand met een hoge stem. Ja. Jij doet ook de instrumenten of de... Nee, ik doe alles. Oké. Okay. Maar misschien bij je volgende nummer als dat gereleased wordt dan,
Mm-hmm. En er zijn ook wel zangers die echt zouden dingetje kunnen doen op een gegeven moment. Maar ik heb ook in het geval gewerkt bij mensen die zijn waanzinnig goed. Alleen ik heb eigenlijk ja goed één jongen die best wel slachtoffer heeft een hele lockdown. Die is echt behoorlijk geraakt op het maar die is ook gewoon. Het is een strijder en die heeft ook nog een maal staan. Ik vind het waanzinnig dat hij dat dan stinkt. Die andere jongen, die heeft een kroeg, dus dat was een nachtkroeg en rockkroeg. Zo'n jongen die zingt het ook gewoon, die weet wel waar hij over zingt. Ja. En het zijn eigenlijk vijfelzangers die heel goed in vaart zingen, maar die gewoon ontzettend zelf heel goed op zich hoofd. Die ene jongen heeft 2 jaar niet opgetreden en weet je wel, dat komt allemaal wel goed. Andere jongen die moet terugkomen van zijn ziekte. Maar weet je, het klopt gewoon heel erg dat zij het zingen. Elementen van. Maar ik vind het mooi, weet je wel, van weet je wel, die muziek. Toen ik begon met teksten schrijven over thuis. Die eigenlijk heel links was. Je moet gewoon muziek maken over dat soort dingen die jou bezighouden. En ik zei, ja, dat is wel heel goed. Kijk, muziek is emotie. En, de tekst die jij legt in een melodie, die moet kloppen met het gevoel van die melodie en de intensiteit van het nummer. En ik denk, ik zei van tegen hem, als ik ga zingen over een oostenrijkse economie. Ik liet het ook iemand zingen die toen nog aan het spelen was. Weet je, en die kon het helemaal de tekst vers zingen. Oh shit, wacht, oh kut. Oh shit, de Peter is eruit. Even kijken hoor, jij zit op 4. Even kijken, volgens mij moet jij nu wel te horen zijn. Ik hoor het bijna niet, even kijken hoor. Zeg eens wat. Nee, Peter is eruit. Dus kan jij even praten? Of dan vraag ik wel even aan Flabbergast. Of luister jij even? Of het, wacht, ik kan hier ook even Twitch invoeren. Of het nu te horen is. Even kijken. Twitch. Ja, want alles zat op het kanaal van Peter. En Peter is eruit. Oh god, dan zijn we al die tijd niet te horen geweest. dat weet ik niet. Dan horen ze het allemaal via mijn koptelefoon. Via mijn koptelefoon. Oh jongens, zeg eens wat. Jongens, zeg eens wat.
Oh, jullie zijn nog steeds niet te horen. Oh, even kijken, welk kanaal zitten jullie? Twee? Jongens, jullie moeten even praten, gewoon praten. Dan, oh, ik praat nu. Hallo. 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 Vijf. Hallo. Vijf. Praat door. Ja, oké. Okay, ik zal dit vertellen. Ik heb morgen weer vroeg dag. Ik taai hem bij deze af. Want het was toch nog maar een kwartiertje. Dus, Ja, je zijn te horen nou. Je zijn te horen, ja. Je zijn nou te horen. Ik word helemaal gek. Ja, het werkt. Hè? Nou, Jezus. Knal die jingle erin, Johan. Nee, we hadden een interessant gesprek over zijn muziek, dus dat moet wel even doorgaan. Ja, niemand heeft het gehoord, of wel? Of ging het ervoor nog? Ja, ze horen het via mijn koptelefoon, denk ik. Ah, ja. Oké. Okay. Dus dan hoor je het... Ja, lang verhaal kort. Uh-huh. Ik heb het gevoel dat het toch kan. En, mensen als James Brown en Bob Marley, die hebben ook politieke dingen of sociale dingen. Ja, precies. Te blaren met intentie en met emotie. Dus, en ik vind het nu ook leuk. Ik, zolang die lockdown erop zit, blijf ik gewoon protestsongs maken. Dat heb ik al besloten. Ja. Je hebt ook een hele rap over dat debat tussen John Maynard Keynes en Friedrich von Hayek. Hè? Daar hebben ze serieus een rapnummer over gemaakt. Ja, dat is te gek. Dat is echt. En over een rap battle van diezelfde gasten, over tussen Ludwig van Mises en Karl Marx. Ja, ik vind het iets minder leuk. Ik vind vooral van Keynes en Hayek, die is echt fantastisch. Ja, die is echt superleuk. Dus het kan, ja, het zijn kan. Er zijn maar twee van, Round 2 of zo, die vind ik leuk. Dat is echt een hip-hop ding. Ik geloof dat ze nog een paar andere hadden gemaakt ook, hoor. Dus ze hebben meerdere gemaakt. Dus, Ja, dat is echt heel knap hoe ze dat hebben gedaan. Ja. Maar bij mij is het dan inderdaad nog meer van het gevoel van inderdaad dat ik het over vrijheid heb en zo. En ik probeer het nog iets poëtischer te doen. Misschien simpeler. Kijk, bij hun is het echt zo knap dat ze inderdaad toch best wel heel diep in de materie weten te gaan. Het is ook een rap, hè. Je hebt dan sowieso meer tekst dan net als met pop of rock muziek. Maar... Ja, dat is wel goed gemaakt, ja. Heb je nog meer inspiratie voor nieuwe nummers? Er komt sowieso Show Me Your Papers komt eraan, maar... Ik denk dat er nog wel meer aan komt. Het is zo van, ik heb ook periodes dat ik ongelooflijk kan schrijven. En ik heb nu heel veel afgemaakt, eigenlijk. Dus relatief weer iets minder geschreven en meer oude nummers afgemaakt. En dan Show Me Your Papers, daar moet dan ook weer een clipje bij. Daar heb ik dan trouwens echt geen idee bij hoe ik het... Want ik heb stiekem wat opgezocht op YouTube van wat kan ik erbij vinden. En daar heb ik nog niks gezien bij gevonden. Dus en misschien is dat dan wel een idee om daar een clip bij te doen. Ja, dan zou ik misschien een ingeving krijgen. Ik had het nummer nog niet gehoord, maar ik had een beetje een idee van Jozef en Maria die bij een herberg komen. Ja, dat vond ik trouwens sowieso wel een heel tof idee van, om dat gewoon daar iets mee te doen. Jozef en Maria die geweigerd worden omdat ze niet de juiste QR-code hebben voor de herberg. Dat lijkt me echt... Maar dat was met het idee dat het met kerst zou uitkomen, hè? Dus, ja, dat is wel goed, ja. Ja, dus mochten er mensen luisteren, die hebben zoiets van, ik kan clips maken, t.me/vrijheid. Maar het is even kijken, het is al, bijna 12 uur en inderdaad, ik moet morgen werken. Dus ik gooi even de jingle erin. Ja, je mag nog blijven hangen hoor, als je nog even wil napraten. Ik gooi in ieder geval even de jingle erin. Ik wil in ieder geval iedereen hartstikke danken voor het luisteren. En uiteraard de deelnemers danken voor het deelnemen. Uiteraard zijn we volgende week weer. En ik zou zeggen, toedeledoki. Wacht even hoor, moet ik even... Hartstikke idee. Toedeledoki.